Welkom bij het programma Regio in Debat van Stadsomroep TV Tiel of Regio Omroep TV Tiel. En vanavond staan wij in het prachtige gebouw van Zinder in Tiel en gaan we een verkiezingsdebat met elkaar houden. Tussen de 10 partijen die hoog staan in de peilingen van Gelderland. Ik moet zeggen, vorige week vanmiddag waren er weer nieuwe peilingen, dus het kan zomaar veranderd zijn. Het debat hebben we als volgt ingedeeld. We starten met een korte voorstelronde, zodat u ook weet wie er deelneemt aan dit debat. En daarna gaan we 5 thema's behandelen. En we starten straks met klimaat en natuur. Ik heet u allen welkom hier. Ik hoop dat u er nog zin in heeft. Het is aan het einde van een verkiezingscampagne. De laatste avond voordat u weer rustig kunt gaan slapen of niet. Als je 10 zetels haalt, je weet maar nooit, hoorde ik net. Dus we gaan ervoor. We starten met een voorstelronde en ik begin aan mijn linkerhoek, voor de kijker natuurlijk rechts, met mevrouw Minnaert. U mag kort wat over uzelf vertellen en dan gaan we zo de halve cirkel rond. Goedemiddag, mijn naam is Lara Minnaert. Ik ben lijsttrekker voor lokale partijen Gelderland. Wij zijn een platform voor lokale partijen en hopen vanaf morgen in de Staten te komen. Fantastisch, hartelijk welkom. De heer Smits. Mijn naam is Mark Smits. VVD, een echte Tielenaar, bekend met deze regio, 42 jaar oud, ondernemer. En voor de VVD willen we meer woningen, innovatie en logistiek voor deze regio. Fantastisch, dank u wel. De heer Drent. Ik ben Peter Drent, lijsttrekker voor het CDA hier in Gelderland. De afgelopen 4 jaar gedeputeerde geweest in deze provincie. Hard gewerkt aan landbouw en natuur, veelvuldig in Rivierenland geweest. Stem CDA, meer wij, minder ik. Dank u wel. De heer Wieke. Ik ben Jurre Wieke, 43 jaar oud, uit Nijmegen. Ik ben de nummer 6 voor de SP. En de SP gaat voor een 100% sociaal Gelderland. Welkom. De heer Bloem. Ja, Ben Bloem, nummer 7 op de lijst van de ChristenUnie. Ik mag al heel wat jaren met heel veel plezier in deze prachtige provincie wonen en werken. En ik ga ervoor dat wij gewoon 7 zetels halen. Nou, welkom. Ik ben benieuwd of het morgen ook zo is. Mevrouw Smulders. Ja, goedemiddag. Elke Smulders, D66, nummer 2. Woon in deze regio en uit Zaltbommel, moeder van 3 kinderen. ZZP'er in het sociaal domein. En D66 wil dat we eindelijk gaan aanpakken. Dat we stoppen met stilstaan en dat we vooruit kijken met elkaar en daar iets van gaan maken. En nu vooruit is weer gerecycled, hoor ik. Die is terug. Ja, fantastisch. Welkom. Hartstikke leuk dat u er bent. Daarnaast staat de heer Hillebrand. Ja, ik ben Gerben Hillebrand. Ik ben nummer 2 van Jaar 21. Jaar 21 is ook een nieuwe partij in Gelderland, maar landelijk doen we al mee. Wij staan voor een beter beleid op het gebied van stikstof. Wij staan voor woningen, wij staan voor mobiliteit en wij staan ook voor natuurbehoud. En wij hopen er leuke verkiezingen van te maken en dat we morgen een mooi resultaat hebben. En ik hoop dat iedereen komt stemmen. Dank u wel. Daarnaast staat de heer Van Wij. Verwij, excuus. Ja, dat is inderdaad juist. Mijn naam is John Verwij, ik ben 43 jaar. Ik ben geboren en getogen in de Betuwe, in deze regio. Ik heb een adviesbureau ruimtelijke ordening en stikstofvraagstukken hier in deze regio. En wij willen proberen alle pragmatische ruimtelijke vraagstukken wat beter in te breiden in de regio, in de provincie. En de partij die ik vertegenwoordig is de BBB. Iedere dag een beetje beter. Dank u wel. Daarnaast staat de heer Husse. Ja, hoi, ik ben Job van Husse. Ik sta op nummer 10 voor de lijst van GroenLinks Gelderland. Ik ben 21 jaar, studeer en woon in Nijmegen. Studeer natuurkunde en bestuurskunde. En daarmee is mijn doel ook persoonlijk om zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen en ook het jongerengeluid in de Staten te verkondigen. Voor GroenLinks is ons doel eigenlijk om een sociaal en groen Gelderland te krijgen. En dat doen we door in te zetten op meer sociale huur, voor iedereen een passende woning, meer ruimte voor natuur, beter OV en een slag maken in de energietransitie. Dank u wel. En last but not least, de heer Kerris. Goedemiddag, mijn naam is Peter Kerris. Ik ben echtgenoot van Esther, vader van 3 dochters, 37 jaar. En ik ben de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Afgelopen jaren ben ik gedeputeerde geweest met in portefeuille onder andere woningbouw en ruimtelijke ordening. En voor de Partij van de Arbeid staat het doorgaan met bouwen, vooral het betaalbaar bouwen van betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen bovenaan. En we willen investeren in meer bussen, zodat de bereikbaarheid voor iedereen verbeterd wordt. We gaan snel naar de inhoud. En het eerste thema dat we vanavond gaan behandelen is klimaat en natuur. Het is misschien wel het thema van deze verkiezingen. Klimaat, natuur en stikstof natuurlijk.
Europa verplicht Nederland om minder stikstof uit te stoten. En dat zorgt voor protesten en ook voor spanningen in onze provincie. Maar het behalen van de klimaatdoelen lijkt ook steeds verder weg te komen. Daarover moeten we met elkaar hier praten. Wat kan Gelderland doen om doelen te halen? Maar het kan natuurlijk ook goed zijn dat er hier partijen zijn die het helemaal niet eens zijn met die doelen en ze naast zich neer willen leggen. Of het u nou mee eens bent of niet, we moeten het erover hebben. En we starten daarvoor met het CDA en hoe kan het ook anders, BBB. En ik wou als eerst het woord geven aan de heer Drent van het CDA. We hebben in Gelderland, in Nederland, te lang alleen maar gefocust op economie en dat heeft gevolgen voor de ecologie. Dat merken we hier in Rivierenland. We hebben problemen met water en dat zal alleen maar meer gaan worden. We betalen ons blauw aan fossiel gas en we moeten beter zorgen voor onze natuur. De afgelopen 4 jaar ben ik daar heel erg druk mee bezig geweest om juist met ideeën vanuit de landbouw, vanuit de industrie, vanuit wonen, maar bijvoorbeeld ook vanuit de scheepvaart op de Waal, te kijken hoe we dingen aan kunnen pakken. Misschien een beetje eigenwijs, maar dat zijn we ook in Gelderland, dat hoef ik Rivierenlanders ook niet uit te leggen. Dat is wat we vinden dat we door moeten zitten. Van onderaf en samen. Want dat is de enige manier om te zorgen dat Gelderland geen openluchtmuseum wordt. Die is al in Arnhem, dat hoeft niet groter. Maar dat we met elkaar een mooie toekomst hebben met perspectief. Dank u wel. De heer Verwij van BBB, wat stelt u daar tegenover? Ja, juist. Als ik denk aan klimaat, dan denk ik aan bodem en aan water. We dienen te zorgen voor een gezonde bodem. En het klimaat verandert, dus het water bergen en het water vasthouden in droge periodes en het water afvoeren in het rivierengebied. Als er eventueel meer water komt, daar dient zorg en aandacht voor te zijn. En het kan in samenhang met natuur. Natuur staat voor de instandhouding van de kwetsbare soorten. En we dienen te zorgen dat er een stukje biodiversiteit blijft en de essentie dient te zitten in het goede beheer ervan. Het beheren van natuur. Ja. En dat beheren van natuur, welke rol hebben boeren daarbij als u daarover denkt? Alle boeren bij elkaar zijn in potentie de grootste terreinbeherende organisatie van Nederland. En ik ben van mening, onze partij is van mening dat dat prima hand in hand kan en samen met. Want je kunt prima die kringloop en dat beheer waarbij je doorkijk maakt naar de doelen, de natuurdoelen en die centraal zet, kun je dat prima bijhouden en verzorgen. Ja. Meneer Drent, moeten er wat u betreft de boeren verplicht uitgekocht worden? Nee. Overigens vindt vrijwel geen enkele partij in Gelderland dat er verplicht uitgekocht moet worden. Er staan meer dan voldoende boeren op de lijst die vrijwillig uitgekocht willen worden. En ik zou graag handvatten hebben. En ik zie dat er enorm veel beweging is in het landelijk gebied. Mensen in buurtschappen, in dorpen, boeren willen de handschoen ook oppakken. Maar die voelen zich vooral klem zitten omdat je wel hoort wat allemaal niet mag. Maar dat wat wel mag, dat niet voldoende van de grond afkomt. Dat is waar we ook bovenop zitten in Den Haag. Vandaag hebben we daar nog een aantal besluiten over genomen rondom bijvoorbeeld circulaire mestverwerking. Met provincies met veel zandgrond is ook ingezet om juist een innovatieagenda te hebben waarbij je ook daadwerkelijk borgt dat de doelen worden gehaald, zodat het zekerheid geeft in je vergunningen. En ik geloof dat echt het landelijk gebied die stappen kan zetten. Ik zie het ook als voorbeeld. We hebben de eerste natuurgebieden die gewoon ingericht en beheerd worden door boeren. Met ook een vergoeding, net zoals Stadsbosbeheer of natuurmonumenten die krijgen. Ja. En dat is volgens mij de route om ons Gelderland mooi te houden en mooier te maken. Ja, nu bent u van de week in het Radio 1-journaal gefactcheckt. Want u heeft ergens gezegd dat we allemaal maar over moesten op geiten. Dan hadden we het probleem ook opgelost. Hoe kijkt u daar achteraf op terug? Nee, maar ik ben blij dat u er naar vraagt. Oh, nou, daar ben ik blij. Want dat heb ik niet gezegd. Het ging erover of emissies van geiten en koeien gelijk waren. En daarvan heb ik gezegd, geiten hebben veel minder emissie. Dus je zou het op kunnen lossen als je de helft van de veestapel geiten zou laten maken. Maar het gesprek ging door in hetzelfde stuk. En ik heb daarbij aangegeven dat dat niet aan de orde kon zijn. Want we hebben een probleem met volksgezondheid en geitenhouderijen.
En zolang we niet weten waar die verhoogde kans op longziektes met geitenhouderijen vandaan komen, hebben we ook een verantwoordelijkheid voor mensen die rondom geitenhouderijen in de dorpen, in de buurtschappen wonen, om ook daar niet aan mee te werken. Dus wat gebeurde, dat is dat het uit verband is gerukt. Getrokken door de landelijke media. Helder. Gebeurt vaker, is niet erg. Nee, maar ik ben blij dat ik dat nu recht kan zetten. Nou, want dat was helemaal niet de intentie van wat ik zei. Te kunnen geven. Nou, dank u wel. D66 staat toch wel bekend als de partij, de voorvechter van stikstof. Wat is uw kijk hierop? Nee, klopt. D66 is echt van mening dat de landbouw echt op prioriteit heeft nu. Het is van belang dat de sector weer gezond wordt. Er zijn gewoon in Gelderland nou eenmaal meer dieren dan dat de provincie eigenlijk aan kan. En daar moeten we het met elkaar over hebben, hoe pijnlijk en hoe moeilijk dat soms ook is. Maar dat gesprek moet gevoerd worden. En ik ben het met de heer Drent eens, dat moet in verbinding, dat moet met elkaar. Maar de boeren hebben recht op perspectief en duidelijkheid. Wat mogen zij wel in plaats van wat mag allemaal niet? En die krimp is nodig. Het is geen doel op zich, maar het is wel nodig om met elkaar die stikstofdoelen uiteindelijk te gaan behalen. Hoor ik u nu zeggen dat gedwongen uitkoop van boeren dan bespreekbaar is? Dat is als uiterste middel, zou dat bespreekbaar moeten kunnen gaan zijn. Is dat iets waar we naar streven? Zeker niet. Nee, oké. Dus dat is het allerlaatst na het gesprek. Maar dan heb ik toch, hè? Ja? We zijn hier in Rivierenland. Daar ligt het N2000 gebied de Rijntakken. De grootste reden waarom er een overschrijding is op stikstof op de Rijntakken komt van de scheepvaart in de Waal. En waarom zeg ik dit? De focus is veel te veel alleen op de landbouwsector. Allemaal in Nederland moeten wij minder stikstof uitstoten. Overigens ook minder CO2. Ja, ik zie meneer Smits heel hard ja knikken. U vindt er dus ook wat van, merk ik. Ja, klopt. Ik ben het eens met mijn buurman. De VVD vindt ook dat we breed moeten kijken naar alle sectoren. Dus niet alleen naar de boeren. De boeren hebben daar een belangrijk aandeel in. Maar de VVD vindt ook dat we de boeren niet verplicht gaan uitkopen voor stikstofruimte. Dus we moeten breed kijken naar alle sectoren. Zodat we de stikstofruimte kunnen verlagen, zodat we weer huizen kunnen gaan bouwen en zodat de economie op gang kan blijven. Ja, daar komen we zo over te spreken, woningen, maar leuk dat u ze al even aanstipt. Meneer Wieken, de SP die staat bekend als een Europa-kritische partij. Een deel van dit probleem komt door Europese regels. Hoe kijken jullie daar in Gelderland tegenaan? Nou, kijk, het probleem met de hele stikstofcrisis is dat er wordt gedaan alsof in 2019 opeens iets gebeurd is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. We hebben decennia lang hebben we weggekeken. En toen heeft de rechter de overheid teruggefloten en gezegd, dit mag zo niet. En nu zitten heel veel boeren met een groot probleem. Want die jarenlang dachten die dat wat zij deden dat kon. En dat bleek toch niet te kunnen. En dat is wel iets wat we samen zullen moeten oplossen. De oplossing die de SP ziet is dat we onze landbouw heel anders gaan inrichten. We moeten af van de schaalvergroting, dat moeten we niet meer doen. Want daar komt juist ook heel veel uitstoot vandaan. We moeten juist toe naar kleinschalige biologische kringlooplandbouw. En dat is mogelijk, alleen moeten boeren daar wel een eerlijke prijs voor producten kunnen krijgen. Want dat is waarom zij vaak overgaan tot schaalvergroting. Ze kunnen vaak niet anders, omdat ze worden weggeconcurreerd door de multinationals. Maar wat kan een provincie daarin doen? Want minimumprijs op melk invoeren kan een provincie niet. Nee, dat kan een provincie niet. Wat een provincie wel kan doen is boeren die minimaal 20% willen verkleinen financieel ondersteunen. Daar zijn wij voor. Mm-hmm. Want er zal in die overgang zal er toch iets van steun moeten subsidies zijn. Subsidies dus? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En we moeten van ophouden met het afgeven van vergunningen voor megastallen, want dat is echt niet meer van deze tijd. Want daarmee maakt het probleem alleen maar erger. Ja, als we het over megastallen hebben, dan moet GroenLinks aanslaan, denk ik. Ik sluit me er eigenlijk wel volledig bij aan dat we wel van die megastallen af moeten. Dan heb je ook al een groot deel van het stikstofprobleem waar we tegenaan lopen, en het CO2-probleem en het dierenwelzijnsprobleem. Daar zijn we dan ook deels vanaf. Waar ik me ook bij aan kan sluiten is, wij als GroenLinks ons bij aan kunnen sluiten, is dat dat we ook willen kijken naar die kleinere schaal. Dat we willen gaan kijken naar het helpen boeren om te bouwen, om te zetten naar natuurinclusieve landbouw. Mm-hmm. En daar is natuurlijk in de eerste periode is daar ondersteuning bij nodig. Niet alleen financieel, ook op juridisch gebied, ook op sociaal gebied. Dat heeft ook met die vergunningen te maken. En als GroenLinks willen wij dus daarin de boeren echt meenemen in dat proces. Als natuurkundige moet u haast wel van concreet houden. Dus wat wilt u echt concreet doen naast subsidies? Vindt u dat boeren gewoon voor de helft weg moeten in Gelderland? Nou, we gaan kijken waar het nodig is. Kijk, voor de helft is een heel
extreem iets. En inderdaad, ik ben natuurkundige, maar ik ben ook bestuurskundige. Dus ik hou ook rekening met de bestuurskundige zijde ervan. En dan hebben we het ook te maken met het feit dat boeren die dicht bij een Natura 2000 gebied zitten, die stikstof die daar vandaan komt, dat heeft een groter effect op de natuur dan een boer die daar ver vanaf zit. En daar moeten we maatregelen aan leveren. Ja, meneer Hillebrand, uw partij is best wel kritisch als het gaat om klimaat en stikstof. Wat is uw beeld hier in Gelderland? Mijn beeld in Gelderland is dat wij te maken hebben met een papieren probleem. U zegt net, wij krijgen een stikstofdoelstelling opgelegd uit de Habitat en Natura 2000 richtlijnen. Dat is niet zo. Die hebben wij ervan gemaakt. Ja. Ik geef een voorbeeld. Ja. Het is alsof Europa zegt, mensen, je moet op de volksgezondheid letten. En Nederland heeft daarvan gemaakt, heeft het helemaal platgeslagen. Wij meten alleen BMI. We kijken alleen maar wat de lichaamsomvang van, de lichaamsmassa van iemand is. Er is een relevantie, maar het is niet hetzelfde. En dat is het probleem dat wij hebben. We moeten naar natuurbeleid in plaats van stikstofbeleid. Ja. En stikstof, ja, het speelt een rol, maar we zijn op de goede weg. En als we nou gewoon dingen laten zoals ze zijn, 2035 als doelstelling nemen, dan groeien we met innovatie, met het feit dat, laten we eerlijk wezen, dat de boeren stoppen. We zijn op de goede weg, er is al enorm gedaan. Het andere punt is, we moeten meten in plaats van rekenen, want we weten, zelfs Hordijk heeft gezegd, het model dat gebruikt wordt, wordt gebruikt voor doeleinden waar het niet voor geschikt is. Helder. Nu zegt u ook 2035. Vraag ik me toch wel af, meneer Kerris, vindt u ook, dat is eigenlijk 5 jaar langer dan de regering nu geeft, zal ik maar zeggen. Vindt u dat er meer tijd nodig is? Nou, ik wil eerst even reageren op jaar 21, want ik vond de vergelijking wat wonderlijk. Kijk, de hele dag in een rookruimte staan is volgens mij ook niet echt gezond voor je. Of je nou je BMI weet of niet. Maar dat is wel feitelijk wat er nu met de natuur aan de hand is. Ik ben het inhoudelijk heel erg eens met wat GroenLinks en de SP naar voren brachten. En ik wil daar nog 2 dingen aan toevoegen. Namelijk in de eerste plaats dat het probleem van stikstof inderdaad een natuurprobleem is. Dat we dus ook vooral de natuur moeten versterken. En dat dat dus ook iets is wat we niet alleen in de enclaves die we nu Natura 2000 gebieden noemen of Gelders Natuurnetwerk doen. Maar dat we dat ook op andere plekken moeten doen. Binnenstedelijk, op bedrijventerreinen, veel meer groen. Dat is ook nog eens gezonder. Want je leeft dan prettiger. Je hebt in warme periodes minder last van hitte. Dus dat is veel beter ook voor het welzijn van de mens. En in de tweede plaats wil ik benadrukken dat we de afgelopen periode heeft de Partij van de Arbeid verantwoordelijkheid gedragen in het college. En we hebben samen met andere partijen, samen ook met oppositiepartijen, het Gelders maatregelenpakket stikstof ontworpen. We zijn daar in 2019 al mee aan de start gegaan. Met een hele brede vertegenwoordiging in Provinciale Staten om het probleem aan te pakken. Want dat is wat er moet gebeuren. We moeten het probleem aanpakken, er niet voor wegkijken. Beginnen met, of verder gaan met natuurherstel. En ook aan de gang blijven met de boeren die willen stoppen en verder willen met hun perspectief. Helder. Ik zie dat de BBB wil reageren. Kort nog even, want ik wil de heer Bloem natuurlijk ook nog even de kans geven. Ja. In mijn perceptie is stikstof een veel breder probleem. En wordt alleen gekeken naar de landbouw. Maar momenteel dient er overal een vergunning voor aangevraagd te worden. Als het gaat om stikstof. Huizenbouw, veehouderijbedrijven, maar ook bijvoorbeeld een evenement. Als je hier in Tiel bent en je wil naar Appelpop, dan zou daar in theorie een natuurvergunning voor moeten zijn. En dan kan iedereen naar het evenement in ruil voor dat iemand koeien opruimt. En dat soort systematieken zijn er. En het kan toch niet zo zijn dat een boer die investeringen heeft gedaan voor de komende 20 jaar, die de overheid vergund heeft, dat hij zijn zaak maar moet sluiten of totaal iets anders moet gaan doen, omdat jij een frietje, een agrarisch product, wil gaan eten op het evenement Appelpop. Boeren, zouden hiervoor moeten gaan of mag ik het zo niet vertalen? Nou, het is een gezamenlijk probleem, het is veel breder.
Dus kijk ook naar de andere sectoren. Dat is eigenlijk wat u zegt. Ja, ja, ik vat u even samen. Als u dat goed vindt, uiteraard. Ja, meneer Bloem, ik zag u een paar keer instemmend knikken en zelfs een keer lachen. Oeh, ik zie dat ook de lokale partij Gelderland. Dat wel waarschijnlijk ook een paar keer hard. Ja, nee, dat, misschien zat u dat te doen toen ik de andere kant op keek. Maar ik ben benieuwd. Wat, Er zijn, laten we zeggen, dingen gezegd door collega's waar ik wel achter kan staan. Maar ook een paar dingen waar ik toch echt denk van, nou, dat laat ik even zeggen dat ik het daar niet mee eens ben. Ja. Dat is altijd wel leuk in een debat, hè? Ja, dat is op zich wel leuk. Niet dat ik van de tegenstelling wil zijn, maar toch. Laat ik beginnen met te zeggen, stikstof is niet door Europa verzonnen. En het is ook niet nieuw. Het is al jaren zo. En het is ook geen papieren verzinsel. We zitten hier in een rivier. Ik kom van de Veluwe. Als je daar langs de hei fietst of rijdt, kan je gewoon zien dat de Veluwe kapot gaat. Dus daar hebben we wel degelijk wat te doen. En ja, het is niet alleen het probleem van de landbouw, maar ik wil ook wegblijven bij de suggestie dat je daarmee de hoop zou geven dat de landbouw niets te doen heeft. Ja, we hebben allemaal wat te doen, maar kijk er alsjeblieft voor uit dat je daarmee het gevoel krijgt, we hoeven allemaal niks te doen. Nee, we moeten echt allemaal aan de bak. Alle sectoren, maar zeker ook wel degelijk de landbouw. En ja, er zijn gelukkig heel veel boeren die dat zelf ook inzien en zeggen, nou, ik wil die stap maken. Of door te blijven boeren, maar op een andere manier te gaan boeren. De provincie helpt mij daarbij. Of door inderdaad te stoppen en misschien wel te verplaatsen naar een gebied waar het minder kan. Nou, en tot slot nog even daarover. Laten we ook niet de illusie creëren dat het, als je dicht bij een Natura 2000 gebied bent, dat het dan heel erg is. En dat je het dan vervolgens kan verplaatsen 40 kilometer verderop. En dat het dan opeens niet meer uitmaakt. Nee. Dat is nog steeds dezelfde aarde, het is dezelfde provincie. Het is dezelfde natuur. Het zijn dezelfde mensen die lucht inademen. We moeten zeker bij natuurgebieden, maar ook daarbuiten inderdaad uitkijken naar voor uitstoot. Zowel als het gaat om stikstof, als ook CO2 en nitraten. Betekent dat ook gedwongen uitkoop wat u betreft? Nou ja, dan ga ik toch even mee met de collega van D66. Dat die optie moet er, als het echt niet anders kan, wat mij betreft wel op tafel blijven liggen. Maar ik ga ervan uit dat het niet nodig is. Dus goed vertrouwen in de sector. Er zijn echt voldoende boeren, maar ook de industrie die bereid zijn om te transformeren. Want onderhand weet iedereen wel dat we een probleem hebben. Helder, dank u wel. Tot slot, mevrouw Minnaert, u zat al te zwaaien, u wilde heel graag, dus ik ben enorm benieuwd naar uw verhaal. Nou ja, ik dacht laten we het nog even hebben over het feit dat we hier in Rivierenland zijn. En een van de onderdelen van Rivierenland is natuurlijk de tuin- en glasbouw. En dat is een onderwerp wat hier nog niet ter tafel is gekomen en waar ik ook nog wel even een lans voor wil breken. En dat is ook gerelateerd aan, nou laat ik dan even zeggen, de rest van de landbouw en de agrarische sector. Want een aantal weken geleden was daar het tuinbouwdebat, waren wij te gast in het ongelooflijk mooie Greenport, een stukje... in het Laanboomhuis inderdaad op Greenport. Nee, de Betuwe, een mooie gemeente kan ik zeggen. Zeker. En wat we daar zagen is iets wat ik denk dat we veel meer moeten waarderen in deze sector. Niet alleen het feit dat deze boeren en tuinders meedenken in het hele geheel. Deze mensen staan gewoon klaar met innovaties en met oplossingen en met samenwerkingsverbanden. En waar wij als provincie de rol moeten nemen is het faciliteren van die connecties. Het faciliteren van die samenwerkingen en het faciliteren van die innovaties. En dat kan door perspectief te bieden om te zorgen dat wij langdurig beleid hebben zodat mensen, zoals eerder al is gezegd, die langjarige investeringen dat ook daadwerkelijk terug kunnen verdienen. Dat kan zijn door te laten zien dat wij trots zijn op deze sector. Dat het onderdeel is van onze provincie en dat het onderdeel is van ons karakter. En door als provincie die verbindingen te leggen om ook dat naar buiten toe uit te dragen. Niet alleen voor de sector zelf, maar ook voor het behoud, het onderwijs en de verdere toekomst van die sector. Dat die ook echt een plaats heeft in Gelderland. Want die innovaties zijn er en we komen er wel met z'n allen, maar we moeten er wel voor openstaan. En daar wil ik nog even een lans voor breken. Helder, dank u wel. Nou, zelfs applaus. En daarmee komen we aan het einde van het eerste onderwerp. Het is duidelijk, er valt wat te kiezen morgen in het stemhokje. Het tweede onderwerp van vanavond is woningbouw. Een eigen huis, een plek onder de zon, het is er lang niet meer voor iedereen bij. Er is een tekort van ruim 400.000 woningen in Nederland. En jongeren wonen noodgedwongen steeds langer thuis. En ook als je gaat studeren is op kamers gaan er lang niet meer voor iedereen bij. Het is duidelijk, de woningmarkt zit muurvast. Tegelijkertijd wordt er een steeds groter beroep gedaan op sociale huurwoningen en wil onze provincie verder groeien. De vraag is dan natuurlijk, waar gaan we al die mensen laten wonen? Hoe gaan we huizen bouwen?
Wat voor huizen? Waar gaan we ze realiseren? Het zijn allemaal vragen waarin deze zaal misschien wel anders over gedacht wordt. En daarom gaan we aftrappen met PvdA en Ja 21. En ja, je kunt het de premiersbonus noemen, maar we gaan eerst naar de heer Kers, die wonen notabene in zijn portefeuille heeft. Dat is een mooi compliment. Dank u wel. Ja, u zegt het. In Gelderland vandaag de dag staat het leven van jonge mensen op pauze, omdat ze geen huis kunnen vinden. En nog steeds bij hun ouders thuis wonen. Ze willen eigenlijk een gezin stichten, maar dat kan niet op deze manier. Ouderen willen graag doorstromen naar een woning die beter bij hen past. En jonge gezinnen willen doorstromen naar een groter huis, omdat ze toevallig een slaapkamer voor een kindje nodig hebben. Die huizen die moeten de komende jaren gebouwd worden. En de afgelopen jaren zijn we ook al daarmee begonnen. We hebben niet stilgezeten. Onder mijn verantwoordelijkheid is er de afgelopen jaren vanuit de provincie gewerkt aan het versneld bouwen van 30.000 woningen. Maar we moeten nog veel meer huizen gaan bouwen. Vooral die jongeren, gezinnen en ouderen die zitten te wachten op een huis. En 1 op de 3 daarvan moet een sociale huurwoning zijn, want daar is een groeiende behoefte aan. En 1 op de 3 moet een betaalbare koopwoning of middeldure huurwoning zijn. Ook in het kader van de doorstroming. We zijn er als Partij van de Arbeid voorstander van dat we als overheid het stuur in handen pakken. En niet alles overlaten aan projectontwikkelaars, want dan worden er alleen maar dure huizen gebouwd. We moeten juist als overheid de regie nemen weer op de woningbouw. En als Partij van de Arbeid zijn we ook bereid om daar geld, financiële middelen vanuit de provinciale middelen bij te zetten. En wat ook daarbij nog belangrijk is dat we ook goed kijken naar de huisvesting van arbeidsmigranten. Zeker ook in deze regio. Arbeidsmigranten worden nu vooral door uitzendbureaus, bedrijven, de distributiecentra in woonhuizen hier in de stad geplaatst. Vaak met 8 of 9 mensen tegelijk in 1 woonhuis. Dat is een praktijk, daar moeten we zo snel mogelijk mee stoppen. De uitzenders, de bedrijven moeten zorgen voor fatsoenlijke huisvesting, zodat de huizen in de stad weer voor de mensen uit de stad beschikbaar komen. Helder, dank u wel. Meneer Hillebrand, u heeft daar vast ook iets over. Ja, wij hebben daar ook iets over en het zal u verbazen, maar wij zijn het op een heleboel punten met de heer Kers eens. Nou, dat wij is op zich ook wel eens mooi. Dat er vooral gebouwd moet worden en dat er dus alles aan moet worden gedaan en dat stikstof dus niet in de weg mag staan aan woningbouw. Dat er betaalbare huizen komen, voldoende hoeveel dat er dan zijn. Wij vinden dat de gemeentes dat moeten bepalen. Maar dat er ruim baan is voor sociale woningbouw, dat is ook voor ons heel belangrijk. En wij zijn het helemaal eens met het punt van de doorstroming. We moeten dat zien te organiseren. Daar zitten op dit moment allerlei valse motivaties door huurverschillen in het sociale woningbouwsysteem ook. En daar zou je eens naar moeten kijken. En los daarvan vinden wij dat je dus ook moet bouwen specifiek voor senioren. Noem het maar moderne bejaardentehuizen, zodat je die doorstroming weer op gang krijgt. Dat is 1 punt. Het andere punt van de woningbouw is dat de financiering heel belangrijk is. En ik weet niet of we daar helemaal op één lijn zitten, want de woningen worden vooral gefinancierd door beleggers. Zeker als je praat over niet de sociale woningbouw, hè, dat doen de corporaties natuurlijk. Maar die andere sector en die andere groepen hebben we nodig om de sociale huur te betalen. Of de huurwoningen te betalen. Daar moeten we dus een systeem hebben dat het voor de investeerders, denk aan pensioenfondsen, het ABP en dat soort partijen, dat het betaalbaar is. Dat is heel belangrijk. En een ander punt is natuurlijk de vraag, voor wie bouw je dan en wie bepaalt dat? Nou, wij vinden dat dat de gemeente moet zijn en dat er geen dwangwet moet zijn dat de gemeente bepaalt voor wie zij de woningen bouwen. En wij zijn dus erg tegen de dwangwet waar de PvdA voor is. De dwangwet, als in welke bedoelt u daarmee? Het is de wet waar, op basis waarvan de provincie gemeentes gaat dwingen om asielzoekers op te vangen. Ja, u wil daarop reageren natuurlijk, u wordt uitgedaagd. Ik ga het rechtzetten, want ik heb het woord dwang net in mijn inleiding totaal niet genoemd. Ik heb er juist voor gepleit dat wij samen als overheden, gemeenten, provincies en het Rijk, het stuur weer in handen pakken op de woningbouw. Want wat u voorstelt, u noemt het belang van de beleggers en de investeerders, dat is nou precies waar het de afgelopen 15 jaar is misgegaan. We hebben alleen maar gedacht aan het rendement op woningbouw, met als gevolg dat er dure woningen zijn gebouwd, waarvan we ook zien dat er geen behoefte
behoefte aan is. En dat juist die betaalbare koopwoningen en die sociale huurwoningen, dat die veel te weinig zijn gebouwd. We moeten als overheid veel meer richting geven, juist ook richting de investeerders, wat er nodig is om te bouwen. Nou, volgens de woningbouwcoöperaties zijn die sociale huurwoningen vooral niet gebouwd ter gevolge van de verhuurdersheffing die onder regie van de PvdA is ingevoerd. Ja, nou, het is helder dat u het niet helemaal eens bent, maar grotendeels ook weer wel, maar hierop verschilt. Nu hoorde ik u net zeggen, meneer Hillebrand, de gemeentes moeten aan zet zijn. Dan hebben we hier een partij die, ja, ik denk dat heel veel partijen hier in gemeentes zitten, dat weet ik, maar die ook met de lokale partijen in die gemeente samenwerkt, de lokale partij Gelderland, zal ik maar even zeggen. Hoe denken jullie daarover? Nou ja, wij denken ook dat die regie bij de gemeente moet liggen in de uiteindelijke uitvoering. Want zij zijn namelijk de enigen die de lokale situaties kennen. Zij zijn de enigen die kunnen bepalen, die straten, daar werkt dat goed en die straten werkt dat goed. En daar zouden we mogelijk kunnen uitbreiden en daar kunnen we beter inbreiden. Want kijk, tuurlijk, die huisopgave is belangrijk en een huis boven je hoofd is belangrijk. Maar je moet ook nadenken over sociale cohesie. Je kunt niet zomaar, ik kom uit Wageningen, je kunt niet zomaar een studentenflat ergens in een wijk neerzetten en ervan uitgaan dat dat dan allemaal gezamenlijk samenleeft. Je moet daar een zicht op hebben en je moet ook perspectief bieden aan die mensen. Daarnaast vinden wij ook dat je vanuit gemeente ook veel beter, want lokaal geldt niet vanuit gemeente, maar ook vanuit lokale initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan zaken zoals het Knarrenhof of CPO's, waar mensen zelf tezamen gaan nadenken waar willen wij wonen, hoe willen wij wonen en dat ook in eigen beheer gaan uitvoeren. Op die manier haal je ook de projectontwikkelaars eruit. Ja, dus ook eigen verantwoordelijkheid aanspreken. Ja, daar is nog steeds wel een rol van de provincie in. Want daar staan we hier natuurlijk voor. En die rol voor de provincie is dan specifiek het faciliteren van gemeenten en ook zorgen voor slagkracht. Dat daar waar we niet anders kunnen dan meegaan met die projectontwikkelaars, dat gemeenten weten hoe kunnen wij nu met die projectontwikkelaars goed onderhandelen, dat we ook daadwerkelijk dat eruit krijgen wat nodig is hier. En niet alleen waar het beste prijskaartje aan hangt. Helder. Meneer Drent, nou kan ik me voorstellen dat u ook voor meer woningen bent, maar wat kan ik nou als ik morgen op het CDA stem concreet verwachten? Het is zaak om zo snel mogelijk zoveel mogelijk woningen toe te voegen, omdat we meer woningen nodig hebben, maar ook om de prijs op de woningmarkt een beetje beheersbaar te houden. En daarvoor zeggen wij, elk dorp heeft recht op een eigen nieuwe straat erbij, want dan weet je voor wie je bouwt. Je hebt aanzienlijk minder bezwaren en dan komt die snelheid daarin en laat de grotere plaatsen zoals Tiel, Culemborg, Geldermalsen een wijk toevoegen. Dat is niet alleen goed om snelheid in de woningbouw te krijgen, maar zeker bij de kleine kernen is dat ook voor de voorzieningen in de dorpen zelf van belang. De voetbalvereniging, de school, de supermarkt, maar ook het in stand houden van het openbaar vervoer, wat ook onder druk staat. Dus die mix van dingen. En daarmee denken wij van het CDA absoluut snelheid te kunnen maken. En ik hoor datzelfde signaal ook van de Vereniging van Bouwers. Dus die zien daar ook heil in om snelheid te maken. Helder. Meneer Hussen, dan zeg ik het goed, hè? Van Hussen. Van Hussen, ik heb dat van er gewoon afgehaald. Dat is mijn probleem. Ja, van, hè? Van, nou ja, goed. Prachtig. Nu bent u zelf nog student? Ja. Nu kan ik morgen misschien wel stemmen als student. Wat gaat u voor mij doen als u in die Staten zit als student om gewoon weer eens op kamers te kunnen? Ja, nou inderdaad. Ik ben zelf student en ik heb ook te maken gehad met dit probleem. Begin dit jaar was ik ook flink op zoek naar een sociale huurwoning. Daar is niet gevonden, maar ik ben niet op zo'n schip gevallen. Ik heb een te dure huurwoning nu. Dus, en daar willen wij dus ook op in gaan zetten dat we ook meer op die sociale huurwoningen inzetten. En op betaalbare huur en huur voor lage en middeninkomens. En dat zal dan op die 2/3 zijn, iets meer dan 60%. Een beetje, eigenlijk wel sluit ik daarbij aan bij wat de PvdA net ook al zei. Dan willen we minimaal 30% willen we sociale huurwoningen maken, zodat iedereen mee kan in Gelderland. En dan vind ik het ook belangrijk dat er niet vergeten wordt, en dat heeft Peter Kers straks ook al heel goed gezegd, dat we meer groen ook in de wijken moeten brengen. En dat dat samen kan met die woningen, zodat we ook een groener, gezonder en gelukkigere wijk hebben. Dat betekent niet dat we per se gelijk hoeven te kijken naar het uitbreiden, maar dat we ook kunnen gaan inbreiden. Een heel mooi voorbeeld daarvan is dat we in Nijmegen hadden een heel groot winkelcentrum en dat is kort geleden is dat omgebouwd tot een stuk of 50 nieuwe woningen. Dus leegstaande woningen kunnen we ombouwen en bestaande woningen kunnen via een woningbank splitsen, zodat we snel en zonder te veel aan de natuur te hoeven te ontnemen, extra woningen bouwen. Helder. Meneer Verweij. Ja. Nu heeft u rondom het debat van stikstof natuurlijk vast ook wel gehoord dat er stemmen opgingen dat landbouwgrond opgeofferd moest worden voor woningbouw. Wat is uw kijk hierop?
Nou, dat is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant, als we alle plannen in Gelderland willen rondzetten, dat is meen ik 1,8 keer Gelderland. Dus de essentie is, we moeten zorgvuldig omgaan met de ruimte en alle functies die we hebben. Tot aan natuurrecreatie aan toe. Als het gaat om dat wonen, zijn wij voor uiteraard betaalbare woningen, voor inbreiden. Als je bijvoorbeeld Tiel hebt, heb je bijvoorbeeld ook het industrieterrein daarachter met de kawaii en de praxis. Dat is best wel wat verouderd. Mogelijk zou daar, de infra ligt er al, de voorzieningen zijn aanwezig. Het is, de Randstad is bereikbaar. Zou je daar wat kunnen doen? Daarnaast, wat je ook veel ziet, afgelopen week zijn de woondeals gesloten. Buren 1300 woningen, 2030, Tiel 2300 woningen erbij. Alleen het systeem stokt, want inbreiding van functies als zijnde woningbouw lopen vast in de omgeving met bijvoorbeeld het omgevingsaspect spuitsonering, et cetera. En daar, die problemen moeten we eerst aanpakken om überhaupt aan het bouwen te kunnen komen. En daarnaast is er nog een issue. In het buitengebied staan veel grote objecten. En het zou ook in een bestemmingsplan mogelijk moeten zijn dat bijvoorbeeld 3 generaties op 1 erf wonen. Win-win situatie als het gaat om de staat van onderhoud te dragen. In ruil voor 0 op de meter. En daardoor ook een stapje verduurzaming te doen. Dus zo kijken wij er tegenaan. Helder. Meneer Wieken, wat gaat de SP regelen voor de inwoners hier? Gaat u het de huisjesmelkers verbieden en de provincie uitjagen bijvoorbeeld? Nou, als het kan wel. Ik ben zelf een slachtoffer geweest van die huisjesmelkers. Ik ben ook heel erg eens met alles wat de heer Kerris erover zegt. Ik denk bijna, daar zit een man die moet gedeputeerde wonen worden. Maar dat was al 4 jaar en we zitten nog steeds met de problemen. U kunt op hem stemmen, dan kan die blijven misschien. Nou, dat was toch niet van plan. Okay, nee, maar, ik heb het geprobeerd. Wat wij als SP willen is, wij willen 50% sociale huur, niet 30. Dat is volgens ons echt nodig om de grote achterstanden in te halen. En daarbij ook in ieder geval 12,5% goedkope koop, zodat ook starters, bijvoorbeeld afgestudeerden, ook een woning kunnen krijgen. Want die moeten vaak ook heel lang wachten. Ik heb zelf ook heel lang moeten wachten. Ik had geluk dat ik heb wat ik heb. Maar ja, de markt in ieder geval, die gaat het probleem wat ons betreft niet oplossen. Want die projectontwikkelaars, die vragen veel te veel huur. Daar zitten veel van die huisjesmelkers waar ik politiek en privé tegen gestreden heb. En dat is als ze verhuren, want ze laten ook vaak panden gewoon leeg staan. Bijvoorbeeld met de Zwanen in Nijmegen staat nou al een paar jaar leeg. En dat doen ze en dan wachten ze tot de prijs genoeg oploopt. En dan komt er een overheid die wanhopig wordt en ze dan maar uitkoopt. Dat is gewoon een verdienmodel. Er wordt gewoon verdiend aan leegstand. Ja. En dat is een systeem waar we volgens mij mee moeten breken. Ja, als het over marktwerking gaat, dan moet de VVD bijna kwispelend klaarstaan. Want dat is toch echt, de markt is het heilige woord. Nou goed, wat we gewoon heel duidelijk zien is dat er een enorme woningnood is. Iedereen is al op zoek naar een geschikte woning. En niet alleen huizen aan de onderkant zijn nodig, maar ook huizen voor gezinnen, voor ouderen, eigenlijk voor iedereen. Dus we moeten breed gaan bouwen. Een mooi voorbeeld hier in Tiel is dat we 37% inmiddels sociale woningbouw hebben, waardoor alle voorzieningen in zo'n stad onder druk komen te staan, doordat er te weinig opbrengsten zijn. Dus we moeten juist kijken naar een goede balans in zo'n stad, dus dat we voor iedereen gaan bouwen. Dus zowel voor sociale woningbouw, ook voor gezinnen en ook voor ouderen. Ja. Dus niet zoals de PvdA, alleen maar bouwen met sociale woningbouw, want dan krijg je weer andere problemen, zoals hier in Tiel. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Ja, u daagt hem uit, dan gaan we ook reactie krijgen. Ja. Nee, want dat is precies, ik kan met meneer Smit volgens mij op veel punten door één deur, als het gaat om vergunningverlening, als het gaat om innovatie. Maar we hebben niet gezegd dat we alleen maar sociaal willen bouwen. Wel dat het belangrijk is om die achterstand in te halen. Maar precies om wat u zegt, we moeten goed kijken ook naar de verdeling daartussen. En we zien dat de steden de afgelopen tijd het leeuwendeel van de sociale huur voor hun rekening hebben genomen. En de omliggende gemeentes juist niet. We zijn er als Partij van de Arbeid voor dat ook omliggende gemeentes, ook landelijke gemeentes, meer ook bouwen voor mensen met een laag inkomen
en mensen met een zorgbehoefte. En dan zou ik nog even willen reageren op de SP, want meneer Wieken zegt, wat heb je nou de afgelopen 4 jaar eigenlijk gedaan? De afgelopen 4 jaar hebben we heel erg onze schouders eronder gezet, bijvoorbeeld ook hier in Tiel, om eindelijk na 20 jaar stilstand iets aan het veilingterrein hier te doen. Het veilingterrein tegenover station, een fantastische locatie waar 20 jaar bijna niks gebeurde. Met behulp van de provincie, onder mijn verantwoordelijkheid, hebben we er nu voor gezorgd dat er een bestemmingsplan ligt om 500 huizen daar te gaan bouwen. Op een fantastische plek, op een OV-locatie. En ook opnieuw met sociale woningbouw. Dus niet om meer balans in die stad te krijgen, maar er komt ook weer opnieuw sociale woningbouw. En doordat die sociale woningbouw zo wordt toegestaan, dan krijgen die woningcorporaties zoveel macht, ook bijvoorbeeld in deze regio, waardoor ze heel veel grond in bezit nemen. Waardoor andere woningen niet gebouwd kunnen worden. Dus dat moeten we wel goed pletten. Helder, dus. Ja? Nou, ik vind het een interessant debatje, want ik ben wel benieuwd, gaat de VVD dan inderdaad in die landelijke gemeente, waar de woningbouwpercentage minder dan die, want u zegt net 37% in Tiel, dat vind ik wat veel, dat drukt op de voorzieningen, maar gaat u dan knokken voor meer sociale woningbouw in die landelijke gemeente in deze provincie, waar men ver onder die 30% zit? We moeten gewoon een goede balans hebben. Volgens mij is dat wat ik de heer Kerris hoor zeggen, namelijk pleiten voor een eerlijke verdeling ook over de provincie. Wij pleiten ook voor een eerlijke verdeling. Okay. Maar dan moet het ook wel inderdaad eerlijk gaan. En niet zoals in Tiel, het mooie voorbeeld. Daar is al 37% sociale woningbouw, dus dat ligt al verhoogd. De sociale voorzieningen hier zitten onder druk. We staan hier in Zinder. Dat moet betaald worden door de gemeente. We hebben het over het zwembad. Al die voorzieningen staan onder druk. Dus er moet gewoon een goede balans komen van woningbouw. Ja, maar die voorzieningen staan net zo hard onder druk op het dorp en in het platteland. Sterker nog, daar bijna nog erger. Dus wat gaat, ik heb hier het antwoord op de vraag van de ChristenUnie, want die heeft u nog niet gegeven. Ja, wat gaat u doen voor woningen en de balans? Nee, ik wacht nog steeds op het antwoord op mijn vraag. Dat is het punt. Ja. Ik heb geen antwoord. Kunt u zich de vraag nog herinneren, meneer Smits? Zeker. Ja, dat is bij de VVD soms een probleem. Ik heb al aangegeven dat we gewoon een goede balans willen met het aantal woningen. Dus 30% sociaal is prima, maar als we dan ook bouwen voor gezinnen en voor ouderen. Ja. Wat wilt u gaan doen? Want u stelt vragen aan de VVD. Nee, 30% sociale huur, minimaal. Laten we daarvoor zorgen. En inderdaad, daarom stel ik deze vraag met name. Kijk, ik zie ook in deze prachtige provincie Gelderland, zie ik gemeenten die op een gegeven moment zodanig veel opvangen aan sociale huurwoningen, kwetsbare mensen, mensen met een zorgbehoefte, et cetera, dat ze op een gegeven moment haast een soort not in my backyard houding ten aanzien van sociale huurwoningen, zorgorganisaties, et cetera, gaan houden. Ik geloof dat het een aantal jaren geleden was dat de wethouder van Zutphen trots in de krant opschreef. Bij ons komt er geen nieuwe zorgaanbieder meer binnen, want we gaan failliet aan al die zorgvragen. Dan denk ik, ja, als ik kijk naar de populatie in Zutphen, dan snap ik dat. En dan pleit ik ervoor dat we ook met elkaar kijken, zijn er gemeenten die er een tandje bij kunnen doen? Zodat we inderdaad op provinciaal niveau ook een eerlijke verdeling daarvan kunnen krijgen. Daarom moet je toch statuswoningen doorstromen. Sorry? Ja. Je moet ook beginnen met statuswoningen om de doorstroming van de... Ja, nou, dat is ook nog wel een vraag die ik heb. We hadden net over de boeren. Gaan we gedwongen de boeren uitverkopen? Toen dacht ik, gaan we dan ook gedwongen senioren die in een grote woning zitten? Gaan we die... Ja, volgens mij willen we dat heeft, ook niet. U heeft hele wilde plannen, begint u op te roepen. Er gebeurt nu precies wat elke keer gebeurt. Iedereen heeft zijn eigen ding wat hij in de woningbouw wil. Volgens mij zijn er 100.000 huizen nodig in Gelderland. En laten we nou gemeenten in hun kracht zetten, zodat ze zo snel mogelijk woningen kunnen realiseren. En laten we daarbij faciliteren als provincie. Mevrouw Smulders, hoe gaan we dat doen? Ik geef daar nou de antwoord op. Want ik hoor heel veel, we willen allemaal bouwen. Volgens mij zijn we het daar grotendeels met elkaar over eens. En hoe we dat gaan doen en hoeveel we dat gaan doen. Ik heb volgens mij alleen het CDA een heel concreet voorbeeld te horen geven. Een straat per gemeente erbij. Per dorp. D66 gaat voor in ieder geval minimaal 10.000 huizen voor 2030. Dus dat is vrij concreet. Liefst klimaatneutraal op het moment dat we nieuw gaan bouwen. Maar als we het dan hebben over de regio waarin we ons nu bevinden. En dan pak ik eventjes de tuinbouw terug zoals in het vorige onderwerp. Het probleem arbeidsmigranten, zoals de heer Kerris ook aangaf, is hier gewoon een probleem. Mede door de enorme tuinbouw in deze regio. En daar zullen we met elkaar ook goed naar moeten kijken. Hè? De arbeidsmigranten zullen humaan een goede huisvesting moeten krijgen. Want dan komen er automatisch meer sociale huur, meer starterswoningen komen er vrij. Waardoor je makkelijker een doorstroom hebt. En laten we dat met elkaar niet vergeten. Naast dat we inderdaad moeten gaan bouwen. Ja.
Dus het is en-en. Ja, u mag tot slot kort reageren nog. Ja. Want het CDA zegt, we moeten provincies daarbij ondersteunen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Want gemeenten daarbij steunen, ben ik helemaal mee eens. En de VVD die doet heel flauw alsof meer sociale huurwoningen tot verloedering leidt, want voorzieningen onder druk komen te staan. Volgens mij komen die ook onder druk te staan dat de VVD er vaak op bezuinigt. Maar dat is een andere discussie. Waar wij voor zijn als SP, Gelderland is de rijkste provincie van heel Nederland. We hebben 2,4 miljard nog steeds op de bank staan van de verkoop van Nuon. Wat we trouwens niet hadden moeten doen, dat verkopen, maar dat is een andere discussie. Dat geld hebben we. Laten we dat nog gebruiken om gemeenten te ondersteunen, zodat daar meer sociale huurwoningen kunnen komen. En dan hoeven die voorzieningen, nou, daar mag ook wel in geïnvesteerd worden. Laten we die keuze gewoon durven maken, want dat geld is er gewoon. En dat is ooit opgebracht door de provincie Gelderland in de verkoop van Nuon. Dat geld moet gewoon teruggaan naar de mensen. En wat de SP betreft onder andere naar meer sociale huurwoningen. Nou, hou die vast, want we gaan het nog over de Nuon-gelden hebben op een later moment. We gaan naar het volgende onderwerp, ook gezien de tijd. En het volgende onderwerp is mobiliteit en openbaar vervoer. Als we het over woningen hebben, dan moeten we het ook over dat onderwerp hebben natuurlijk. Want hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen veilig van A naar B gaan? Moeten we dat doen met openbaar vervoer? Of moeten we de auto meer ruimte geven? En ja, welke afweging maken we daarbij? Hè? Moeten we bijvoorbeeld blijven inzetten op een bredere A15? Moeten we kijken naar andere vormen van mobiliteit? Snelfietspaden bijvoorbeeld. En meer asfalt tegenover natuur. Ze horen erbij. Hoeveel groen zijn we bereid op te offeren voor wegen? Nou, allemaal zaken die natuurlijk van belang zijn. En als u in een plattelandsgemeente woont, zal het u ook wel opgevallen zijn dat het openbaar vervoer, als het rijdt, hier en daar wat karig begint te worden. Dus hoe zorgen we ervoor dat het openbaar vervoer aantrekkelijk blijft of weer wordt? Nou, allemaal vragen die heel belangrijk zijn. We trappen daar op dit onderwerp af met GroenLinks en ChristenUnie. En als eerste wou ik de heer Bloem het woord geven van de ChristenUnie. Ja, dank. Voor de ChristenUnie is het echt belangrijk dat het openbaar vervoer schoon, betrouwbaar en betaalbaar is. De vraag was even, gaat het alleen over openbaar vervoer of gaat het ook over de auto? Dat betekent per definitie bij voorkeur minder asfalt. Dat betekent ook dat als we gaan rijden, dat we dat zoveel mogelijk elektrisch doen. Dus dat betekent de laadinfrastructuur. Dat betekent dat het openbaar vervoer ook schoon moet zijn. Dus dat we emissieloos concessies, hè, dus dat de bussen schoon zijn. Dat we meer investeren in de trein. Maar dat doet vaak iets met de betaalbaarheid. Dus het moet ook betaalbaar zijn. Dat kan betekenen dat wij met elkaar zeggen, we gaan, laten we zeggen, mobiliteitsarmoede gaan we tegen door bijvoorbeeld kwetsbare groepen te stimuleren om, of in staat te stellen om wel dat openbaar vervoer te gebruiken. Maar het kan niet zo zijn dat je treinkaartje 20 euro kost, terwijl je met de diesel 2 euro onderweg bent. Ja, u heeft nog een bijzonder tankstation hoor. Dus dan gaan wij, dan ga je voor die kwetsbare doelgroepen, ga je tot en met zelfs de optie om het gratis te maken. Zodat mensen gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Als je asfalt plaatst, laat het dan asfalt zijn voor de fiets en niet voor de auto. Dus snel fietswegen door de provincie. En als het gaat om betrouwbaarheid, we hebben allemaal gezien de afgelopen jaren wat een ramp het kan zijn als je alleen maar mikt op euro's, hè, op de goedkoopste busmaatschappij. Haal het dan desnoods naar binnen en ga gewoon het openbaar vervoer in eigen beheer uitvoeren. Ja, dus een provinciaal bedrijf dat moet gaan doen. Helder. Ja, ik ben benieuwd wat GroenLinks hier tegenover stelt. Ja, wat GroenLinks nou hier tegenovergesteld. Of misschien hiernaast. We kunnen daar een beetje in het naast en in het verlengde van kunnen wij wel werken. Dus de hand hierop schudden, dat zal niet zo heel lastig zijn. Maar ja, daar wil ik wel op aanvullen dat wat GroenLinks betreft iedereen mee moet kunnen in het OV. Ook echt iedereen. Dus het OV is er niet alleen maar voor de mensen in de stad, maar ook voor iedereen in het platteland. Dus iedereen moet van A naar B kunnen. Dat is die immobiliteitsarmoede waar we het over hadden. En dat betekent ook kansenarmoede. Want als jij gevangen bent in jouw dorp of in jouw gedeelte van Gelderland, dan heb je dus ook minder kansen dan andere mensen. Dat willen wij aanpakken door ten eerste ook echt in te gaan zetten op dat OV. We moeten treinen, bussen moeten sterk aansterken. We moeten er meer rijden, ze moeten vaker rijden. Dan krijg je dus het principe, ook zelf vaak aan, is dat we bereikbaar, betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam OV moeten hebben. Dat gaan we realiseren door vanaf 2030 de bussen ook en alle treinen op elektriciteit te laten lopen. Dus dat het allemaal emissieloos is. En daarbovenop is het heel erg belangrijk dat we een
dat we onze prioriteiten goed stellen. Het is belangrijk dat je als eerste gaat wandelen, dan pas gaat fietsen, dan pas met het OV gaat en dan komt dan eventueel ergens de haltetaxi en de auto voorbij. Dat gaan we doen door meer te investeren in wandelinfrastructuur, meer te investeren in fietsinfrastructuur, dus inderdaad die fietssnelwegen die gaan er komen. Vervolgens gaan we kijken naar waar is het OV nodig. Dus wat ik net al zei, investeren in die bussen. En als laatste redmiddel gaan we kijken, eventuele deelmobiliteit op elektrische auto's en haltetaxis waar dat echt nodig is. Daar wil ik nog even op aanvullen dat het niet alleen maar gaat over wat investeren wij in de infrastructuur waar we op kunnen wandelen, wandelen, fietsen of rijden. Maar ook hoe delen we onze wijken van de toekomst in. Want op het moment dat jij niet ver hoeft te reizen, dan heb je ook minder OV nodig, minder infrastructuur nodig. Dus we moeten goed gaan kijken hoe wij onze wijken inrichten, hoe wij onze steden inrichten. En kijken naar gemixte functies, zodat jij niet de bus hoeft te nemen naar de supermarkt, maar dat jij gewoon kan wandelen. Helder, dank u wel. Meneer Verwij, nu weten we denk ik allemaal wel dat de plek waar het openbaar vervoer het meest uitgekleed wordt, het platteland is. Ja, daar is steeds minder bushaltes, te verdwijnen er veel. Wat gaat u daar tegenover zetten straks voor de kiezer? Exact. Klopt helemaal. Wij zijn ook voor de verbinding en de dorpen en de voorzieningen en de bereikbaarheid op peil te houden. Dus die bus die moet gewoon frequent blijven rijden en je moet bijvoorbeeld ouderen niet hun kansen ontnemen. Daarbij komt dat ik eigenlijk wel het verhaal van meneer Bloem kan dat ik het eigenlijk wel met hem eens ben, in die zin dat je dat beter zelf kunt regelen vanuit een Gelders OV-bedrijf in plaats van dat buitenlandse multinationals dat allemaal uitkleden. Ja, nou heeft meneer Smits mobiliteit in zijn portefeuille zitten. Klopt. Ja, dat klopt, hè? Heb ik goed onthouden, dat is fijn. Nu vroeg ik mij af, wat vindt u daar nou van als er wordt gezegd van we gaan een provinciaal bedrijf oprichten? Een provinciaal bedrijf? Daar heb ik eerder gezegd nog niet zo over nagedacht. Gewoon omdat ik op dit moment andere alternatieven zie. Als we kijken hier naar deze regio, dan zie je dat de A15 en A2 elke dag muurvast staan. Dus het is belangrijk dat we daar aan gaan werken. En gelukkig wordt de A2 nu met Rijksgeld wordt het aangepakt. Dat doet de provincie deelt er ook een groot deel. Maar de A15 is echt nog een probleem hier. De A15 is een oude snelweg die iedere dag vaststaat. We hebben hier een logistieke hub op Medel bij Tiel. En daarom is het belangrijk dat we die A15 gaan aanpakken. Daarnaast hebben we hier een aantal provinciale wegen door een vierenland lopen. En die provinciale wegen zijn relatief onveilig. Dus we willen ook die provinciale wegen veiliger maken als VVD. Dat is echt een echte speerpunt. Ja, en dan wanneer we kijken naar het OV, dan hebben we hier een aantal vrijwilligersorganisaties in dit gebied zitten die voor ouderen bijvoorbeeld bussen regelt wanneer ze op pad moeten. Dus dat zijn hele mooie alternatieven waar we zeker verder naar moeten kijken hoe we dat kunnen ondersteunen. Ja, nu hoor ik u wel, als ik het goed begrijp, wat meer een keus maken richting asfalt. Begrijp ik dat goed? Absoluut. Ja. Asfalt is nodig. Ik hoor hier links van mij een beetje gemorrel. Wilt u daarop reageren? Nee, ik hoor het typisch VVD-verhaal. Vooral veel meer mooi. Snelweg. Daar ben ik blij mee. Auto. U zit bij de goede partij. Ja, misschien dat we dan ook nog iets doen met vrijwilligersvervoer, maar het openbaar vervoer. We zijn begonnen vanavond met stikstof. Het openbaar vervoer, wat schoon kan. En daar tegenover zetten vooral meer asfalt voor de auto. Waarbij je met elkaar zegt, als je elektrisch wil auto rijden, dan moet je echt een hele dikke portemonnee hebben. Nou, misschien hebben de kiezers van de VVD dat. De mijnen hebben dat misschien ietsje minder. En de gemiddelde Nederland volgens mij ook. Want een elektrische auto aanschaffen is echt nog behoorlijk prijzig. Investeer nou in dat openbaar vervoer. Zorg nou dat het voor iedereen toegankelijk is. Dan heb je die snelweg helemaal niet nodig. Dat scheelt je een hele bak stikstof. Dat scheelt je miljoenen, misschien wel miljarden aan investeringen in die snelweg. Want dat kost echt klauwen met geld om asfalt te leggen. En je krijgt het nooit meer terug. Het gaat ten koste van de natuur. Dus ik zou zeggen, waardeloos idee. Stop daarmee. Investeer alsjeblieft diezelfde euro's. Verreweg het grootste budget gaat op aan OV. En als je kijkt naar de gebruikers van het OV en de gebruikers van de auto, dan zit daar een gigantisch verschil in. De meeste mensen maken nog steeds gebruik van de auto en zullen dat ook blijven doen. En daar heb het je is een utopie te om te denken dat je door
de mensen... Ik ben blij dat u wat los heeft gemaakt, meneer Smits, meneer Bloem. Dat je de mensen uit de auto uit gaat jagen. Die innovatie op dit moment met auto's, die gaat heel snel. We zien dat ook kleinere auto's nu goedkoper worden, elektrische auto's. Waardoor mensen dat ook voor hen in de toekomst bereikbaar. Daar wordt nu keihard aan gewerkt door de auto-industrie. En dat juich ik ook van harte toe. Daarnaast zie je ook dat auto's op een gegeven moment recyclebaar worden. Dus het argument dat auto's vervuilend zijn in de toekomst is echt een non-argument. Ja. En daarom zou je al moeten blijven investeren in asfalt. Helder. De heer Hillebrand die stond te popelen. Vloog bijna over zijn desk. Het gaat om het feit, we zijn in een transitie. En sommige mensen willen dat alles morgen veranderd is. Maar daar hebben we tijd voor nodig. En volgens mij hebben we met elkaar afgesproken dat dat tot 2050 is. En we moeten realistisch zijn. 70% van het vervoer is autovervoer. En 20% hebben we OV en de fietsbewegingen bij elkaar. En je kunt dus niet zeggen van nou we houden op met investeren in asfalt. Want dan staat alles stil. Dan staat ook de hele logistiek stil. Dat werkt gewoon niet. Dus we moeten realistisch zijn. Ja, we moeten zeker investeren in openbaar vervoer en openbaar vervoer ook slimmer maken en zorgen dat dorpen bereikbaar zijn. Maar we zullen in de tussentijd moeten blijven investeren in dat asfalt. En dus bijvoorbeeld A2, A15 moet gewoon zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Helder. Mevrouw Smulders, u staat ook te popelen, heb ik het gevoel. Ja, we zijn in een transitie en daar hebben we tijd voor nodig. Eens. Tegelijkertijd hebben we als provincie, als overheid, hebben een voorbeeldfunctie, hebben een voortrekkersrol. En daarmee lijkt u bijna zeggen, ja, dus we gaan stilstaan en we wachten tot het vanzelf komt. Zo werkt het niet. We zullen met elkaar keuzes moeten maken in welke kant willen we op. En daar zullen we nu, in deze tijd, al op moeten gaan voorsorteren. En het verbaast me dat de heer Smit van de VVD net aangaf, ja, we moeten met stikstof niet alleen naar de boeren kijken, maar we moeten ook echt naar allerlei andere oplossingen kijken. En vervolgens geeft hij eigenlijk aan, we gaan met die auto gewoon door blijven rijden. Dan denk ik, ja, dat bijt elkaar volgens mij. Juist niet, want die auto wordt elektrisch en die stoot veel emissie uit. Dat is voor iedereen nu. Dat wordt nu en over de komende gemaakt. Jaren de is dat niet voor iedereen haalbaar. Niet iedereen heeft de portemonnee om een elektrische auto aan te schaffen. En als wij als provincie blijven aangeven, wij blijven asfalt leggen, want wij stimuleren het autogebruik, dan denk ik dat we een verkeerde voorbeeldfunctie uitdragen. Ik weet dat D66 iedereen het liefst uit die auto wil jagen richting het OV, maar daarmee los je de problemen van logistiek en het vervoer niet op in Gelderland. De meeste mensen maken gebruik van die auto en dat zullen we blijven doen en daarom zal die transitie die nu ingezet dat is door de auto-industrie moeten blijven steunen. Nee. Er komen meer elektrische auto's, ook voor de goedkope portemonnee, daar ben ik van overtuigd. Het is helder dat u het niet eens bent, we hebben het over de portemonnee van de ander, dan moeten we even naar de PvdA. Ja, want hier zie je nou precies het verschil tussen rechts en links. We hebben het helemaal niet over de sociale functie van het OV. Want u heeft het over elektrische auto's. Ik ken mensen die niet eens een benzineauto of een dieseltje kunnen betalen. Daar gaat het om. Mensen die hun buslijn hebben zien verdwijnen de afgelopen jaren. Landelijk zijn er 1500 bushaltes verdwenen de afgelopen 5 jaar. Landelijk zijn er dus 1500 plekken in Nederland die niet meer bereikbaar zijn voor mensen die slechter been zijn. Mensen die zorg nodig hebben. Mensen die een laag inkomen hebben en geen auto kunnen betalen. Daar moeten we als overheid voor zorgen. Dat betekent dat we weer moeten investeren in het OV. En die keuze maakt de Partij van de Arbeid. We koersen af op een tekort van 30 miljoen. Dat wil de Partij van de Arbeid bijpassen. En de keuze die wij dan maken is om iets meer tijd te nemen voor het onderhoud van wegen. Want de wegen hier in Gelderland liggen er mooi bij. Je kunt best nog wel wat langer wachten met onderhoud. Maar dat is dus precies het verschil tussen de Partij van de Arbeid, die linkse sociale keuzes maakt, en de VVD van de heer Smits. Ja. De heer Van Hussen, ja, ik begrijp dat de meneer Smits graag wil reageren, maar er willen meer partijen. En ook het CDA staat nog te popelen. Meneer Van Hussen, u had daar ook reactie op. Ja, ten eerste is dit al een pak van mijn hart. Dus dat is, ik ben blij dat u ook samen landelijk steeds verder fuseert. Ja. Het gaat hartstikke goed hier in Gelderland al. Samenwerkt, neem me niet kwalijk. Maar inderdaad, we moeten echt meer gaan investeren, structureel meer gaan investeren in het OV. We moeten als provincie de regie weer terugpakken, want we hebben gezien dat die verschraling van OV een gevolg is van de marktwerking die we de afgelopen jaren er gewoon op losgelaten hebben. En dat betekent dat heel veel mensen niet kunnen komen waar ze moeten komen, kwetsbaren, die worden nog kwetsbaarder. En juist de mensen die overstap naar een elektrische auto of naar een auto niet kunnen maken, die zijn hier vatbaar voor. Laat staan het feit dat dat allemaal inderdaad ook helemaal niet veel schoner is. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen hoe een extra baan op de snelweg in welk geval dan ooit schoner is als daarvoor nu natuur uit de weg moet. En we zien ook dat vraag volgt
aanbod. En dat zien we bij de auto's, zien we inderdaad. En daarom dat een extra weg op de A15 heel fijn werkt, want er rijden er straks nog meer auto's. Dat werkt ook bij het OV, dus laten we daar dan gebruik van maken. Laten we dat OV aansterken, zodat nog meer mensen naar het OV gaan, vrijwillig. Omdat ze zien dat het betrouwbaar en betaalbaar is. En daar wil ik dan ook nog even op aanvullen dat ik me afvraag waar de heer Smits dan al die elektriciteit vandaan wil halen die we nodig hebben om die elektrische auto's op te laden. Het net staat al onder druk, dus kunnen we niet beter focussen op het minder gebruiken van energie, wat veel efficiënter gaat via het OV, in plaats van dat we overgaan op een energiebron waarbij waar we nog helemaal niet klaar voor zijn in ons elektriciteitsnet. Ja. Meneer Wieken, u wilt ook reageren, hè? Jazeker. Ja, nou, we hoeven mensen niet de auto uit te jagen. We kunnen ze wel de auto uit lokken, het OV in lokken. Dat wil de SPE doen door het openbaar vervoer in heel Gelderland gratis te maken. Voor iedereen? Voor iedereen, ja. Dat lijkt ons een heel goed plan. Dus ook voor de stemmen van de heer Smits, die kan... Zelfs voor meneer Smits. Ja. En dat kan volgens ons open, omdat we zullen wel de kant van het OV op moeten. Dus het doortrekken van de A15 gaat wat de SP betreft niet door. Misschien ook wat betreft de Raad van State, maar dat moet nog blijken. Dat scheelt meteen 1 miljard die wij bijvoorbeeld kunnen investeren in het OV, om meer bussen te laten rijden en om het OV gratis te maken, zodat we meer mensen verleiden om met het OV te gaan. Want volgens ons heeft OV wel echt de toekomst, ook als wij willen verduurzamen in Gelderland. Want in één bus, daar passen net zoveel mensen als in 30 auto's. Dan heb je geen files meer op de snelweg, volgens mij. Dus laten we vooral die kant op gaan. Helder. Mevrouw Minnaert, u had uw hand net ook al een paar keer omhoog. U heeft even moeten wachten. En toen is het gras vakkundig voor mijn voeten weggemaaid. Dat is mooi. Met wie was u het eens? Nee, we gaan er automatisch vanuit dat mensen inderdaad een keus hebben om de auto of OV te doen. En die hebben ze niet altijd. En het geldt net zo goed de andere kant op. Dus ik sluit mij in ieder geval voor deze keer aan bij PvdA en GroenLinks. Kijk, nou fantastisch. Dat is dan wel weer leuk van geen landelijke partij zijn. U kunt zich aansluiten waar u wilt gedurende het hele debat. Nou, ik luister wel naar mijn achterban. Oké, helder. Ja, helder. Meneer Drent, aan u het slot. Ja, het CDA vindt dat we bij het Rijk stevig moeten lobbyen om wegen als de A2 en de A15 aan te pakken. Want het zijn gevaarlijke wegen, ze zijn veel te druk en er gebeuren veel te veel ongelukken. Het OV is echt van groot belang voor iedereen om mee te kunnen doen en de voorzieningen te bereiken. Maar waar ik niemand over gehoord heb, wat juist in een gebied als Rivierenland cruciaal is, dat zijn de veren. Want op hoeveel plekken kunnen jonge mensen niet op deze manier gewoon fietsen naar school in plaats van 15 kilometer om? Juist hier vind ik dat dat ook bij het OV hoort. En daar wil ik wel een lans voor breken aan het eind van dit debat, dat we daar oog en zorg voor moeten houden. Helder, dank u wel. En daarmee komen we aan het einde van dit onderwerp, hoewel er vast nog meer over te vertellen was, maar we moeten door. We gaan naar het vierde onderwerp van vanavond en dat is economie. Wie op zijn social media kijkt of gewoon de krant een keer openslaat, die ziet overal wel een vacature. De Nederlandse economie lijkt volop te draaien en zo ook de Gelderse economie. Maar het zal u ook opgevallen zijn dat er een enorme inflatie is. En welke gevolgen heeft dat, ook hier in Gelderland? Welke uitdagingen zien we voor het bedrijfsleven en wat kan de provincie doen om de bedrijvigheid in deze provincie te stimuleren en te behouden? Hoe houden we het aantrekkelijk en leuk voor iedereen? Waar gaan we bedrijven vestigen? Welke randvoorwaarden stellen we eraan? En welke investeringen kunnen er gedaan worden? En daarvoor gaan we starten met twee partijen en dat is VVD en SP. En ik wil het eerst het woord geven aan de SP. Ja, als SP vinden wij de economie zeker belangrijk. Wij zijn voor een eerlijke economie, voor een groene economie. En om die groene economie te bereiken denken wij dat wij vooral een lokale, regionale economie moeten stimuleren. We moeten vooral het Gelderse MKB moeten wij steunen. Lokale producenten, lokale bedrijven, die hebben de toekomst volgens ons. Ook omdat wij kortere productieketens willen die tot verduurzaming leiden. Het scheelt ook stikstofuitstoot door transportkosten van zaken die we over de hele wereld verschepen. En daarom gaat de SP voor lokaal, voor het lokale MKB. En hoeven we niet zo snel grote bedrijven naar Gelderland te lokken. Dat heeft wat ons betreft minder prioriteit. Shell is niet welkom. Shell sowieso niet, om allerlei andere redenen. Maar vooral lokaal. En daarom willen we ook dat er een soort keurmerk komt, made in Gelderland, zodat mensen kunnen zien dat het product lokaal gemaakt is. Sommige mensen vinden dat belangrijk, die kopen graag
lokaal. En als ze dat in één opslag met één label kunnen zien, dan is dat heel goed voor de Gelderse ondernemer. Helder, duidelijk. Meneer Smits, wat is de kijk van de VVD op de economie? Ja, in de provincie Gelderland hebben we een sterke economie. Voor hardwerkende Nederlanders en bedrijven liggen er in Gelderland veel kansen om succesvol te zijn en te blijven. Omdat onze provincie tussen de haven van Rotterdam en de rest van Europa ligt, verdienen we ons geld in onder andere in de logistiek. Daarom zijn er hier in deze regio ook heel veel banen in de logistiek. Het MKB in Gelderland moet zorgeloos kunnen ondernemen. Maar liefst 70% van de Nederlanders vinden hier hun baan. Regels, vergunningen, procedures, het kan allemaal heel erg ingewikkeld zijn. De bakker, de slager, maar ook de groothandel hier om de hoek of de sportschool moet vooral doen waar ze goed in zijn. Ondernemen. De VVD vindt dan ook dat de overheid moet ondersteunen en niet in de weg moet staan. De VVD in Gelderland wil het MKB de ruimte geven om te groeien. Soms letterlijk. Want ik spreek als ondernemer veel ondernemers en daarin blijkt dat fysieke ruimte hun soms in de weg staat. Ten slotte wil de VVD nieuwe plannen maken samen met de MKB'ers en samen met ondernemers. Samen plannen maken voor een nog sterker economie in Gelderland. Dank u wel. Ja, nu hoorde ik in een van de bijdragers net, lokaal produceren, meet in Gelderland. Toen moest ik meteen aan BBB denken. Die zijn ook voor korte ketens, denk ik. Klopt, we zijn zeker voor korte ketens. In de basis is het natuurlijk zo, in de landbouw wordt heel veel in deze regio fruit geteeld, maar ook melk van koeien, et cetera. En al die producten die hoeven geen hele lange reis te maken om in de supermarkt te komen. En daarnaast is een stukje herkenbaarheid richting een recreatieve equivalent in deze regio, in de zomer de kersenkramen, et cetera, is ook toegevoegde waarde van de regio. Dus het zou ook win-win moeten zijn. En daarnaast zou het ook beter, het systeem zou beter moeten functioneren. Als een ondernemer uit de voeten wil, met bijvoorbeeld een nieuwe bedrijfskavel te ontwikkelen, maar er blijkt op korte termijn geen energie aansluiting voorradig te zijn, dan loopt hij tegen beperkingen aan. En het ging over de pijler economie. En het gaat erom dat je in het systeem alle schakels achter elkaar oplijnt, zodat die ondernemer snel door kan. En dat geldt ook voor vergunningverlening bij wonen. Dus kijken naar het brede geheel. Ja. Nu noemt u energie als thema. Hè? Nou ben ik wel benieuwd, Hillebrand, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Energie, er is een tekort aan. Hè? We hebben groene energie nodig en dat soort zaken. Het is ook een klein beetje klimaat natuurlijk. Zou u ervoor zijn om hier eens flink groene energie op te wekken met een kerncentrale? Ja, daar zijn wij voor. Ja, ik gooi hem even, ja, ik gooi hem even de knop. Hartelijk hoor. Dank voor deze voorzet. Ik kom er graag in. Oh, ja, geen dank. Kijk, we hebben al gezegd, we moeten ook CO2-neutraal, we moeten geen stikstof uitstoten. Wat is daar beter voor dan een kerncentrale? En kernenergie is tegenwoordig schoon, het is veilig, het is betrouwbaar. Het is 24 uur per dag beschikbaar, want het nadeel van wind en zon is dat het niet altijd beschikbaar is. En dan gaan de voorstanders daarvan zeggen van ja, maar het is goedkoper dan een kerncentrale. Maar dan vergeet ze altijd mee te rekenen dat we die andere kolen- of gascentrales nodig hebben voor de dagen dat het niet waait of de tijden dat er geen zon is. Dus kernenergie is goedkoop, het is beschikbaar, het is veilig en we zouden het moeten doen. We gaan beginnen met twee centrales, maar dat is te weinig. Op het moment dat wij met kernenergie aan de gang gaan, hebben we ook die vreselijk lelijke windmolens niet meer nodig. Want de kerncentrale is een stuk mooier dan een stuk, ja. Een stuk kleiner dan okay. Al die windmolens. Want als we al die energie willen opwerken, hebben we er heel veel nodig. Helder. Maar één ander punt, en dit is een mooi thema, want ik weet dat andere mensen daar anders over denken, maar wij staan daar heel sterk in. Kernenergie is voor ons hartstikke goed. Maar het is heel belangrijk en dat is een ondergeschoven kindje tot nu toe. We moeten in de energieinfrastructuur investeren. Want hoe we de energie ook opwekken, we zijn bezig op een transitie naar veel meer elektriciteit en veel minder gas, kolen, andere dingen. En dat betekent dat we dus veel sterker moeten investeren in de elektriciteitsnetwerken. Werkelijk
overal de hoogspanningsnetten, maar ook de energiebehoeften in de straat. Want voor de verwarming bijvoorbeeld hebben heel veel mensen nu gas, maar als ze overgaan naar elektriciteit, dan stijgt de elektriciteitsbehoefte met 80%. Dus dat is helder. De heer Wieken die wil heel graag reageren, dan zag ik de hand omhoog gaan. Ja, nou, ik had zo van mijn hoofd schudden dat we even bij een rockconcert waanden. Kernenergie wat de SP betreft zeker niet de toekomst, maar dat is geen niet de oplossing. Want nog even los van de vraag, hè, wat we doen met het afval van zo'n centrale, dat is een probleem waarmee we de toekomst kunnen opzadelen. Maar nog even los daarvan, zo'n kerncentrale die is er niet morgen. Dat kost minimaal 10 jaar om te bouwen. Daarmee ben je dus 10 jaar kwijt die je ook in andere dingen had kunnen steken. En daarnaast, een kerncentrale moet gekoeld worden. Waar halen wij het koelwater vandaan? Daarom staan kerncentrales vaak bij zee. Rivieren. Nou, de zee is hier niet in de buurt. Maar de rivieren wel, wordt hiernaast gezegd. Ja, nou, de vraag is of dat dan genoeg is. Zoals ik op de reeds staan kerncentrales, om die reden vaak bij zee. Omdat je daar echt een onbeperkte hoeveelheid water hebt die je kunt gebruiken. Maar de SP ziet daarom geen hel in kernenergie. Wel zeker in zonne-energie. En er wordt gezegd, ja, maar wat als de zon niet schijnt? Nou, daarom moet je ook investeren in opslag. Zodat wanneer de zon niet schijnt, je die energie alsnog kunt gebruiken. Omdat die is opgeslagen. Dus, helder. Ja, zeker geen kernenergie. Ik hoor je rechts van mij exact, als ik het goed hoorde. Opslag? Ja. Wat is uw kijk erop, mevrouw Smulders? Nou goed, het mag geen verrassing zijn dat D66 wel echt voorstander is van een circulaire economie, maar ook duurzame energie en dus wind en zon. En over het algemeen, stel nou dat het wel waait en de zon schijnt niet, of de zon schijnt en het waait niet, nou, dan heb je een prachtige combi. Mocht die daar nou even tussen vallen, ga dan investeren in opslag. De windmolens die er staan draaien ongelooflijk veel uren en die energie die ze opwekken krijgen ze helemaal niet allemaal kwijt. Hartstikke zonde, gaat enorm veel energie verloren. Laten we nou met elkaar kijken hoe we dat goed kunnen opslaan, hoe we dat gelijk kunnen verdelen over wijken, zodat alle inwoners profijt hebben van de molens die er in ons landschap komen te staan. Ja, helder. Ik hoorde u net een beetje over Rivierenland beginnen. Bent u wel voor kerncentrales bijvoorbeeld? Of? Nou, ik reageerde met name op de opmerking dat alle kerncentrales bij zee moeten zijn. Ik woon al heel wat jaren met veel plezier in Gelderland, maar ik heb zo'n beetje mijn hele jeugd in Frankrijk doorgebracht. Daar kom je aardig wat kerncentrales tegen en die staan echt lang niet allemaal bij zee. Nee, in Dodewaard heeft er een gestaan hier. Maar het onderwerp was volgens mij economie. Ja, het onderwerp was economie. Ik heb het stiekem een beetje gekaapt. We gaan het zo nog over klimaat en natuur hebben. Ja, nou, dat hebben we stiekem al gedaan, maar deze was nog niet gevallen. Ik denk, gooi hem bij economie. Even een klein dingetje over dit dan nog. We hebben het over opslag. Eén onderwerp dat ik dan toch maar even aanstip, als we dan toch even buiten de orde gaan, dat is dat er is een manier om energie op te slaan die ik nog niet heb gehoord, en dat is waterstof. Op het moment dat je elektriciteit over hebt, zet dat om in waterstof en dat is goed te bewaren en dan kan je het zo weer aanboren als je het nodig hebt. Maar goed, dat was niet het onderwerp, economie. Geleider, geen bron, hè, waterstof. Daarom zeg ik, laat vooral inderdaad de Gelderse economie zegevieren. Laten we daarin investeren en laat dat een economie zijn die bij ons past, die bij de cultuur van Gelder. Als je alles aan de markt overlaat, dan krijg je chaos en het recht van de sterkste en het recht van de rijkste. Laten we vooral met elkaar nadenken over voor welk soort bedrijf willen wij de rode loper in Gelderland uitrollen. Laat dat vooral duurzame sociale ondernemingen zijn en niet per definitie ieder bedrijf wat maar met een grote zak geld aankomt en zegt ik zorg voor 300 banen. Volgens mij zitten we niet alleen op Shell niet te wachten, maar ook niet op overal blokkendozen van bol.com langs de snelwegen van Gelderland. Laten we vooral investeren in ondernemingen waarvan we zeggen dat past bij ons. Helder. Mevrouw Minnaert, u wilde erop reageren, zag ik. Ja, want ik hoorde in die tijd investeren. Maar daar gaat het niet alleen om. Het gaat ook om visie geven. We hebben het hier net gehad over energie. We hebben het gehad over mobiliteit. We hebben het gehad over leefomgeving, over arbeidskrachten. Waar gaan die wonen? Dat zijn wel allemaal dingen die samenkomen bij elkaar. Je moet als provincie daar wel een duidelijke lijn uitzetten. En dat is niet een lijn voor 2 jaar. Dat is niet een lijn voor 5 jaar. Dat is een lijn als je kijkt naar investeringen van bedrijven. En zeker wat kleinere MKB-bedrijven waar wij echt voor zijn. Dan moet je gewoon een lange termijn planning uitzetten, zodat bedrijven weten waar kan ik in investeren, wat kan ik terugverdienen en hoe kan ik daarin rekenen op de provincie of de gemeente. Meneer Drent, ik zag u ook net aanstal te maken. Nou, vooral het MKB verdient gewoon het geld. Het geld waar we met elkaar dingen van kunnen doen waar we het eerder ook over hadden. En als ik in een gebied kijk als Rivierenland, ben ik absoluut voorstander van korte ketens.
Maar ik ben ook gewoon trots op een Cotan die hier zit en breed in de wereld spullen kan verkopen waar mensen hier een baan aan hebben. Dat half West-Europa appels en peren kan eten hier uit de fruitschuur van Europa moet volgens mij ook blijven. Dat de mooiste en de lekkerste aardbeien hier uit het gebied komen, dat moet zo blijven. En dan wil je de ondernemers helpen, en dat doen we ook. En wat ons betreft als CDA blijft dat ook zo, helpen met innoveren. Om van het gas af te gaan naar andere dingen. Daarom wordt ook geïnvesteerd in de CO2-leiding. Dat is volgens mij ons MKB helpen, een gebied gezond te houden. En ook over 50 jaar nog steeds trots te kunnen zijn op Flipje. Helder, dank u wel. Meneer Kerris wou ik even de beurt geven, want ja, u gaat over... Ja, u sprak al, maar ik wilde u net de beurt geven, dus u had dank, het goed aangevoeld. Want als het mag wil ik toch graag even een ander perspectief neerzetten. Ik vraag me echt af waarom wij het onderwerp economie op dit moment aan het bespreken zijn. De Nederlandse economie, ook de Gelderse, groeit tegen de klippen op. We dachten allemaal dat we een recessie in zouden duikelen, maar de groeicijfers zijn nog steeds aanzienlijk. Met bedrijven gaat het hartstikke goed. Met wie gaat het niet goed? Dat zijn met de mensen thuis op de bank. Mensen kunnen de boodschappen niet meer betalen, mensen kunnen de energierekening niet meer betalen. En daar zijn volgens mij twee dingen voor nodig. Dat we dus als politiek nu doen. We kunnen het hebben over de economie, maar volgens mij moeten we het hebben over de mensen thuis. Mensen die zich dus echt zorgen maken om die energierekening. De afgelopen jaren zijn we in Gelderland begonnen met het verduurzamen, het isoleren van 6000 huurwoningen. En dat zijn er dus nog lang niet genoeg. En daar moeten we vooral dus mee doorgaan om ervoor te zorgen dat die energierekening daalt. En dat is ook meteen mijn antwoord op het thema energie. Want alle energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Dan wel met windenergie, dan wel met een kerncentrale. Dus zet vooral in op het isoleren in de eerste plaats van huurwoningen. En in de tweede plaats, er zijn ook ontzettend veel mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen omdat ze geen werk hebben, of omdat ze geen passend werk hebben, of omdat ze laag betaald werk hebben. Laten we daar nou samen de krachten voor bundelen. Laten we doorgaan met wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Samen met de vakbonden, samen met de werkgevers en met de gemeente inzetten op mensen bijscholen en omscholen naar passend werk. Zodat iedereen in Gelderland een boterham kan verdienen en zich geen zorgen hoeft te maken of hij het eind van de maand wel haalt. Helder, dank u wel. Meneer Verweij, u wilde reageren. U sloeg ergens op aan. Bedankt voor deze voorzet, Peter. Want inderdaad, wil je de economie vlot trekken, dan is een beperkende pijler. Voor veel bedrijven is het gebrek aan goede technische vakmensen. En als je wilt verduurzamen bijvoorbeeld, en je geeft als overheid een subsidie voor het installeren van een laadpaal, maar er is geen techneut die dat ding kan aansluiten, dan stokt het daar. Dus je zou meer moeten investeren in dat de mensen die Peter, de doelgroep die Peter ook aanhaalt, in opleidingstrajecten van technische vakmensen. Het gebeurt hier al in de regio. Opleiding laanboomkwekerij, fruitdelta, al dat soort van zaken. Dat moeten we verder stimuleren en dat valt ook allemaal onder de noemer innovatie, zoals net ook genoemd is. Allemaal met hulp van de provincie Gelderland. Ja, ja dat, nou, dat is toch even goed om te noemen. Meneer Van Hussen, u wilde ook reageren. Ja, ten eerste, we hebben het nu over economie, maar bijna alle onderwerpen die we net besproken hebben, die hebben hier wel flinke raakvlakken mee. Dus ik vind het niet gek dat we in één keer van een padje afraken soms. Dat is helemaal niet. Ja, ik ben wel vaker van een padje af, voor maakt het zich geen zorgen. Maar we moeten dus ook alle facetten van de samenleving hier in meenemen. We moeten kijken naar hoe gaan we energie opwekken. Wie zijn daar de deelnemers van? En ook hoe wordt energie gebruikt? Gaan we minder energie gebruiken omdat we het gewoon efficiënter doen, omdat we gaan isoleren? Of gaan we energie meer opwekken en gaan we dat dan op een sociale manier doen? Persoonlijk en als GroenLinks zijn wij voor een sociale energietransitie daarin. En willen wij dus ook dat bijvoorbeeld windmolens door mensen uit de buurt deels in bezit zijn. Zodat die mee kunnen profiteren van de winsten die daar worden gemaakt en van de voordelen die daaruit worden gehaald. Want het gaat niet er alleen om dat een bedrijf in één keer winst gaat maken op alles wat wij hier stimuleren. Maar dat ook de mensen zelf die in die regio dan ook te maken krijgen met die windmolens, dat die zelf ook daar het fruit van kunnen plukken. Ja. Zodat het ook goed gaat om bij de woorden van de heer Kerris te blijven met de mensen thuis. Op de bank. Precies. Dank u wel. En daarmee ronden we het onderwerp economie af. Het laatste onderwerp en dat is overheid en financiën. Het werd net al eventjes genoemd en dat is de NUON-gelden. De provincie Gelderland behoort tot een van de rijkste provincies van Nederland. De NUON-gelden klotsen spreekwoordelijk tegen de
plinten. Wat zou de provincie moeten doen met dat geld en wat moeten we er vooral niet mee doen? Waar leg je de accenten bijvoorbeeld in de begroting en waar niet? En hoe kunnen we als provincie een betrouwbare overheid zijn? En zeker in een tijd dat de politiek en overheden niet zo positief in het beeld van de mensen thuis staan. Moeten we bijvoorbeeld nieuwe initiatieven ontwikkelen om mensen meer te betrekken bij de politiek? Referenda, het staat in het kieskompas, of niet? En daar gaan we over in gesprek met D66 en de lokale partijen Gelderland. En ik wou de lokale partijen Gelderland als eerste het woord geven. Het wordt een heel breed onderwerp als je van referenda tot aan de nieuwe Gelder gaat. Anders moest ik nog een onderwerp toevoegen, dat wilde u niet. Daar waren we helemaal laat thuis geweest. Als we even beginnen met die nieuwe Gelder. Je merkt in de verkiezingscampagne dat die gelden aan allerlei dingen meteen worden toegekend. Dat is wat ons betreft niet de manier om het te doen. Er zijn een heleboel uitdagingen die op de agenda staan. En het zal ervan afhangen morgen om te laten zien wat wil de kiezer. Waar gaan we mee aan de slag? Wat ons betreft geldt in ieder geval dat die NUON-gelden duurzaam moeten worden ingezet. En met duurzaamheid bedoel ik niet per se het groene duurzaamheid waar we het normaal gesproken over hebben. Maar wel de duurzaamheid in de zin dat het langdurige investeringen zijn die ook echt zorgen voor continuïteit. Die echt iets bijdragen aan de directe leefomgeving van mensen. De veerponten werden net al genoemd. Nou, dat fonds gaat er volgend jaar uit. Dat zou wat ons betreft een heel mooi doel zijn om ervoor te zorgen dat we de leefbaarheid van onze provincie bijhouden. Zonder dat je daar meteen die volledige 2,4 miljard kwijt bent. Maar dat je wel de mogelijkheid hebt om vervolgens met z'n allen te gaan kijken van hey, hoe gaan we dat overbruggen en hoe gaan we dat in de toekomst indelen. Hetzelfde geldt als we het hebben over cultureel erfgoed. Die is nog niet tevoorschijn gekomen. Over molens. Die gelden worden ook weggehaald. Terwijl zij eigenlijk een begroting hebben van 6 jaar. Kortom, als wij die bezuiniging doorzetten, betekent dat dat wij over 2-3 jaar gewoon een heel veel van onze bijna 150 molens in de provincie niet meer hebben. En als u mij vraagt naar referenda, ja, wij zijn voor referenda. Dat mag als lokale partijen Gelderland, waarbij we juist de lokale stem innemen, niet verrassend zijn. Maar wij waarderen ook, en dat wil ik wel even zeggen, de rol van de statenleden als daadwerkelijk volksvertegenwoordiger. En wij vinden wel dat die afweging van belangen en vooral de communicatie van hoe vervolgens die afwegingen worden gemaakt en beslissingen worden gemaakt, en hoe de input van referenda en alle andere vormen van inspraak wordt meegenomen, dat die veel beter kan en vooral ook moet. En daar staan wij voor. Helder, dank u wel. Ja, mevrouw Smulders, wat is uw kijker zoal op? Waar gaat u het nu aan geld aan uitgeven? D66 is van mening dat er enorm veel uitdagingen liggen. En het is belangrijk om het geld te verdelen voor concrete en urgente plannen. En daar moeten we met elkaar keuzes in maken. Of dat nou langdurig is, of dat nou voor hier en nu is, dat zullen we met elkaar moeten gaan bekijken. Het geld is verkregen door grijze energie. Wat D66 betreft laten we dat ook voor een deel uitgeven aan groene energie. Dus laten we investeren op klimaat. De vorige periode heeft D66 wat bezuinigingen op groene organisaties teruggedraaid. En wat ons betreft gaan we daar in de volgende periode wat opnieuw kritisch naar kijken. Als het dan gaat over het stukje overheid, wat u aangeeft, en referenda. Het vertrouwen in de politiek is laag. Daar kunnen we lang en breed met elkaar over praten, maar dat is wel wat de inwoners en wat de bevolking aangeeft. Dat is treurig, want het belang van de democratie, dat moeten we met elkaar blijven benoemen. Daarin mogen we nooit achterover gaan leunen. Wat ons betreft ga je meer naast elkaar in plaats van tegenover elkaar staan. En dat zouden we kunnen doen door aan de voorkant inwoners meer mee te nemen. Burgerraden hebben we bij het klimaat in Gelderland ook gedaan. Neem de meningen van de inwoners aan de voorkant met belangrijke vraagstukken mee. Geef ze daar een meer positie en laat ze inwoners ook onderwerpen inspreken. Komen we er dan met elkaar alsnog niet uit? En dan gaan we op dat onderwerp referenda uitkomen. Als we dan een referendum doen, laten we het dan collectief bindend zijn. Zodat we er echt ook iets aan hebben en dat het iets betekent. Dat mensen weten waarom ze hun mening geven en dat we er met elkaar ook iets mee doen. Helder. Ik zie de heer Van Hussen schudden, dat hij het er wel mee eens is. Nou ja, het burgerberaden gedeelte, vond ik inderdaad een heel goed idee. We willen graag meer participatie ook vanuit alle lagen van de samenleving. Met zo'n burgerberaad kan je dat heel goed faciliteren. Je kunt via een loting kun je verschillende groepen laten meedoen. Je kunt mensen ondersteunen. Je kunt ze financieel compenseren voor de tijd die ze erin steken. En wat ons betreft is dat ook een veel eerlijkere manier dan een referendum, waarbij mensen die al tijd hebben zich niet zorgen over allemaal zaken zoals hun portemonnee. Dat niet alleen zij die inspraak krijgen, maar dat iedereen in de samenleving via een loting deel kan nemen. Dus eigenlijk vindt u
een referendum is alleen voor de mensen die een zorgeloos leven leiden? Nou, die zullen wel meer tijd hebben. Het zal dus zoveel tonnen scheven verdeling leiden. Wij willen dus daarom juist inzetten op die burgerberaden waarbij iedereen eerlijk deel kan nemen. Helder, ja. De heer Wieken, u bent politicoloog, dus u heeft hier vast een beeld over. Daar heb ik zeker een beeld over en wij willen ook een standpunt over. We zijn als SP zijn groot voorstander van referenda. We hadden bijvoorbeeld de verkoop van Nuon kunnen voorleggen middels een referendum. Mm-hmm. Dat is niet gebeurd, gemiste kans. En ik wil even ingaan op wat er nu als alternatief wordt opgeworpen, namelijk burgerberaden. Daar zijn we op zich helemaal niet tegen hoor, burgerberaden. Vinden we prima om op die manier mensen te betrekken. Maar je moet wel voor zorgen dat wat er dan uitkomt ook echt representatief is voor wat heel Gelderland vindt. En dan hoor ik loting om het representatief te maken. Maar als je ingeloot wordt, dan zit er nog steeds een soort zelfselectie wel of je ingaat op de uitnodiging of niet. Dus ik denk niet dat het heel erg representatief zal maken. Maar er is één manier om te controleren of wat een burgerberaad bedacht heeft of echt representatief is voor wat Gelderlanders vinden. Dat is namelijk die uitkomsten voorleggen in een referendum. En dan weet ik meteen zeker dat ze ook echt representatief zijn. En hebben we volgens mij beide werelden bij elkaar gebracht. Hebben we ook de burger dichter bij de politiek gebracht. En slaan we een hele hoop vliegen in één klap. Ja. Meneer Verwij, u wilde nog even reageren. Nou, dit kan ik u natuurlijk niet ontnemen eigenlijk. Hè? Dat zou flauw zijn. Zijn dingetje, hè? Ja, ik merk het. Ik heb iets geraakt. Nee, maar mijn vraag aan de SP daarin, want ik kan me voorstellen dat het zijn dus twee manieren. Je zegt bij referenda is het veel representatiever voor de samenleving. Ik vraag me af, hoe gaat u er dan voor zorgen dat dan wel een goede afspiegeling is van de samenleving als burgerberaden dat niet zijn? Vooral omdat daarbij niet die hulp komt vanuit de overheid, die financiële compensatie, de informatie toestroom die wij leveren om ervoor te zorgen dat iedereen goed op de hoogte is. Hoe gaat u ervoor zorgen dat er bij referenda dan ook dat bij referenda niet tot een scheve verdeling leidt? Nou, referenda zijn volgens mij al sowieso veel representatiever, want er gaan toch veel meer mensen voor stemmen dan er in zo'n burgerberaad zitten. Maar het is wel waar, de opkomst is inderdaad, die is niet 100% en die is ook niet exact gelijk over alle lagen van de bevolking. Wat trouwens ook geldt voor gewone verkiezingen, daarom vond ik het argument van GroenLinks ook zo raar, dat referenda zijn niet voor mensen die het goed hebben, die heel veel vrije tijd hebben. Ja, maar dat kun je dan ook wel van verkiezingen zeggen. Dat kost ook heel veel tijd om je daarin te verdiepen. In alle standpunten, al het debat te volgen. Wat ons betreft moeten we sowieso op alle fronten werken aan een hogere opkomst voor gewone verkiezingen. En ook zeker voor een referenda als we die organiseren. En hoe bereiken we dat? Nou, als we dat exact wisten, dan was dat nu waarschijnlijk al zo. Volgens mij moeten we er weer voor zorgen dat mensen ook het vertrouwen hebben dat er echt iets gebeurt met hun stem. Ik kom als SP heel veel langs de deuren, ook buiten verkiezingstijd. En ik spreek heel veel mensen die zeggen, ik ga niet stemmen. Ik heb mijn stem pas met oud papier gegooid, omdat ik er geen vertrouwen in heb dat er iets gebeurt met die stem. Of het nou voor een referendum is of voor een gewone verkiezing. En daar moeten wij met z'n allen heel hard aan gaan werken om dat vertrouwen terug te dringen. Want dat is een betonrot van onze democratie. Laatst van de VSO. Mevrouw Minnaert, u wilde reageren. Ja, want ik denk wel dat we inderdaad moeten erkennen dat er de afgelopen jaren een heleboel dingen mis zijn gegaan, waardoor dat vertrouwen in de politiek naar beneden is gegaan. En daar moeten we iets aan doen. Gaat u daar dan doen? Nou, daar kwam u op. Oh, sorry. Ja. Daar was ik mee bezig. Ja. Ging ietsje langzamer. Nee, wat we met name zien is dat er bepaalde doelgroepen, een bepaalde groepen mensen gewoon niet meekomen. Dat zijn niet de mensen die naar de debatten komen. Dat zijn niet de mensen die de provincie volgen. Dat zijn niet de mensen die misschien elke dag de krant lezen en het idee hebben van hé, dat speelt er vandaag, hé, dat speelt er vandaag. En de provincie moet zich meer inspannen om die kennisgeving en die informatie te krijgen. Niet alleen de mensen die deelnemen aan een burgerberaad volledig informeren, maar ook mensen die zijdelings betrokken kunnen zijn, ook mensen die geïnteresseerd kunnen zijn. Dat is 4 jaar lang keihard bikkelen, misschien ietsje minder dan de afgelopen anderhalve week zoals wij dat hebben gedaan, maar keihard bikkelen om die mensen mee te krijgen. Niet omdat wij het willen, niet omdat wij ons gelijk willen halen, maar omdat zij het belang in moeten zien dat Nederland en Gelderland in dit geval net zo goed hun provincie is als dat het onze is. Helder. Meneer Hillebrand. Ja, ik wil daar even op doorgaan, want dat is een interessante, want ik denk dat eigenlijk de uitdaging aan ons allemaal is van, we moeten echte volksvertegenwoordigers zijn en zorgen dat we niet eens in de 4 jaar even langskomen met een flyer, maar dat we zoveel mogelijk het publiek erbij betrekken. En
terugkomend op twee dingen. De discussie burgerberaad referendum. Het hangt natuurlijk bij allebei erom hoe je het gaat insteken. Maar ik denk dat één ding dat heel belangrijk is. Als je kijkt naar het rapport erover van weer een statuscommissie Remkes. Die zei ook van er is niet één oplossing om dit te doen. We moeten een aantal dingen naast elkaar zetten. En ik denk dus dat je naar een combinatie moet gaan. En een combinatie van een goed ingestoken burgerberaad en een referendum lijkt mij een hele goede stap in ieder geval. In de richting van herstel van vertrouwen. En we weten dat kost tijd. Want het gaat te paard en komt te voet. Dat weten we allemaal. Maar dat is een schone taak voor ons allemaal. Ik spring even terug op het eerste onderwerp, we hadden het over economie en gelden en dat soort dingen. Ik denk dat het wel erg belangrijk is. Kijk, Nuon was een investering. En of je hem goed of fout vond, het was een investering. Je moet er naar mijn idee voor waken dat je dit, ik zal maar zeggen, gewoon als besteding gaat inzetten. Het is niet bedoeld, dit geld, voor subsidies. Naar ons idee moet je hier echt een nieuwe investering mee gaan doen. Maar een van de investeringen zou bijvoorbeeld kunnen zijn in die energie-infrastructuur waar we over gehad hebben. Ja, maar dus eigenlijk de Nuon terugkopen. De heer Drent die begint al te praten. Dus die wil Nuon is voortgekomen uit het Provinciaal Energiemaatschappij. En waarom is die opgericht? Omdat de Rijksoverheid het achterwege liet om gas- en stroomleidingen aan te leggen voor Gelderse. Daarom hebben we zoveel geld eruit gekregen. Als je dan nu kijkt, is het CDA van mening dat we de komende 4 jaar 400 miljoen daaruit moeten halen. Om ook weer te investeren in die samenleving die nodig is. En dat gaat dan over een gebouw zoals waar we hier nu staan. Wat met provinciale middelen uit dat stamkapitaal is gedaan. Het veilingterrein waar Peter Kerris het over had. Die provinciale bijdrage wordt eruit betaald. Maar ook de restauratie van de wipmolen in Hello. En dat soort dingen moeten we blijven doen. Dat is ook de grondgedachte waarop dat kapitaal tot stand is gekomen. En wat ons betreft moeten we daar dus ook aan uitgeven. En niet allemaal in één keer, want dat kan de samenleving helemaal niet aan. Zoveel is ook helemaal niet nodig. Maar wel een beetje olie in de samenleving, in de dorpen, in de steden, om het mooier en beter in Gelderland te maken. Helder, dank u wel. Ik zag ook u, meneer Verweijen, dat u wilde reageren. Ja, dat klopt. Maar ik kijk steeds naar links. Peter is me een beetje voor. Maar het uitgeven aan vitale, urgente functies zijn er al heel veel langsgekomen. Waaronder de veren en het behoud van molens en de bereikbaarheid van de dorpen en de voorzieningen. Dat heeft wat ons betreft de hoogste prioriteit. Ja, hoeveel geld wilt u uit de Nuon gelden uitgeven de komende jaren? Daar ontbeer ik de kennis, dus ik denk dat ik daar in de lijn van de metafoor van een beetje olie en smeerolie in de samenleving volg voor dit moment. Helder. U wil ook reageren, begreep ik. Of ik hoorde u in ieder geval reageren, dus nodig ik u ook uit wat te zeggen. Nee, zeker. Ik zit even te twijfelen. Gaan we op dit onderwerp, of pak ik dan weer even terug op het vertrouwen in de politiek? Dat doe ik zo. Volgens mij, als we hier straks, zoals we staan, verkozen worden tot statenlid, dan zijn we ook gekozen met een mandaat om verstandige keuzes te maken voor de komende 4 jaar. En dat gaat ook onder andere over het uitgeven en besteden van het stamkapitaal. En dan vindt de ChristenUnie dat we dat verstandig moeten doen. Je kan je geld maar één keer uitgeven, tenzij je dat, en dat zou wat ons betreft echt een goede optie zijn, in de vorm van leningen of revolverende fondsen doet, bijvoorbeeld. Voor veren of andere duurzaamheids- of mobiliteitsinitiatieven. Maar als je het uitgeeft, niet in de vorm van een lening, dus je krijgt het niet terug, dan ben je het kwijt. Doe het dan in dingen die echt belangrijk zijn. Inderdaad, niet allemaal tegelijk, want je kan het maar één keer uitgeven, dan is het op. En dat is volgens mij ook, en dan maak ik toch even het bruggetje naar dat referendumvraagstuk. Dat is volgens mij ook waar we dan voor gekozen hebben. Ja, wij hebben als politiek iets te doen als het gaat om het vertrouwen van de inwoners van Gelderland en de inwoners van Nederland in de politiek, of dat nou provinciaal, lokaal of nationaal niveau is. En ja, we moeten vaker naar die burger toe om te vragen, wat vind je ervan? Hoe vind je dat we het doen? Maar ik ben geen voorstander van een bindend referendum. Ten eerste kun je dan bij wijze van spreken tot op zekere hoogte verkiezingen misschien afschaffen. Kan je gewoon zeggen, jongens, we stoppen ermee. We leggen terug naar het oude Griekenland. Eén. En twee, ik heb te vaak meegemaakt, wij hebben denk ik met z'n allen ook wel voorbeelden die we kunnen noemen van referenda waar we aan de voorkant van allerlei zaken hebben beloofd aan de kiezer die we toch achteraf niet konden waarmaken. Hier staat geen politicus,
die vanavond, of wanneer dan ook, bij welk debat dan ook, 100% kan beloven dat ik alles ga waarmaken wat ik nu zeg. Ik sta voor mijn uitgangspunten, maar we leven in een land wat complex is, waar randvoorwaarden zijn, waarin je dingen samen met elkaar moet doen. En dat betekent dat je soms wel een bepaalde wens hebt, maar dat je dat niet altijd 100% kan waarmaken. En dat geldt ook voor referenda. Dus pas daarmee op. Wek geen verwachtingen bij kiezers dat je 100% kan beloven waarvoor je naar de kiezer gaat. Laat het wel raadgevend zijn en laat het zeker zwaarwegend zijn. En als je de uitslag van een referendum naast je neerlegt, moet je wat mij betreft echt met goede argumenten komen. Maar vooraf aan de kiezer beloven, wat ook de uitkomst van het referendum is, we gaan het doen. Dat vind ik gevaarlijk. Helder. Meneer Kerris, ik heb u nog niet gehoord. Ja, want we hebben het over referenda, we hebben het over burgerberaden, we hebben het over een actieve rol als politicus en volksvertegenwoordiger. En het zijn allemaal dingen waar de Partij van de Arbeid mee eens is. Maar het zijn ook symptoombestrijdingsmiddelen. En we moeten ook naar de dieperliggende oorzaak van het wantrouwen of het gebrek aan vertrouwen in de overheid en de onvrede in de samenleving kijken. Met heel veel mensen gaat het hartstikke goed, maar ook met een deel niet. En dat denk ik niet alleen, dat voel ik niet alleen. Dat schrijft ook het Sociaal Cultureel Planbureau in het rapport van vorige week, waarin ze aantonen dat er gewoon een structurele ongelijkheid in deze samenleving is, die we niet zomaar in een jaar tijd of met een referendum of in 4 jaar tijd met elkaar besturen op kunnen lossen. Maar we moeten wel beginnen om die ongelijkheid te verkleinen. Want als we dat niet doen, blijft de onvrede voortwakkeren. Hebben heel veel mensen het gevoel dat de overheid er niet meer voor hen is. En als we het herstel van vertrouwen in de overheid willen gaan doen, willen waarmaken, moeten we beginnen met die mensen die het gevoel hebben dat we er niet meer voor ze zijn, perspectief geven. En dat zal ook het richtsnoer zijn van de Partij van de Arbeid voor de investeringen vanuit de Nieuwongelden. Wij hebben een verkiezingsprogramma waarin we 500 miljoen euro vanuit het Nieuwongeld uittrekken aan middelen om die ongelijkheid in de samenleving te verkleinen. Helder, dank u wel. Ik weet dat er nog meer mensen willen reageren, maar gezien de tijd en dat u waarschijnlijk ook nog een keer naar huis wil, wil ik meneer Smits, die ik nog niet heb gehoord, toch tot slot nog even de kans geven te reageren. Ja, voor wat betreft het referendum weet u dat de VVD daar geen voorstander van is. Dus ga ik gauw door naar de financiën. En als ik... Ja, u gaat over de centjes. Ja, ja. Als ik ergens trots op ben, is dat onze gedeputeerde Jan Markink de afgelopen periode heel zorgvuldig met ons geld is omgegaan. Er is heel verstandig beleid gevoerd, waardoor er nu gewoon nog een goed overschot zit van de Nieuwongelden in de portemonnee van de provincie. En die willen wij ook voor de toekomst verstandig blijven besteden. Dat willen wij doen, net zoals het CDA, als een soort van oliemiddel, zo'n smeermiddel in de samenleving, om onze voorzieningen op stand, op niveau te houden. En daar wil de VVD voor gaan. Maar je hebt te maken, als we dat geld willen uitgeven, met overbesteding. En in Gelderland hebben we te maken met enorme overbesteding. We kunnen het geld niet kwijt. En daarom heeft de VVD een plan bedacht om te zeggen van, joh, hoe kunnen we nou zo snel mogelijk geld brengen bij de burger om die te helpen. En daarvoor hebben we een belastingverlagingplan in het leven geroepen. We zeggen voor de komende 4 jaar willen we de belastingen op de opcenten met 20 miljoen euro verlagen. Zo krijgt bijna iedere Gelderlander de mogelijkheid om snel te profiteren van de gelden vanuit de provincie. Ja, moet ik echt even op reageren. Ja, ik merk het. Ik zie het aan u. Ja, nou, die kans krijgt u dan vooruit. Nou, u wil de belastingen verhogen. Nou, wij willen de opcenten, die willen wij bevriezen zolang er een koopkrachtcrisis is. Maar de reden dat ik aansla is dat in november in de Staten werd het door de SP voorgesteld om de opcenten te bevriezen. Toen was de VVD tegen. En nu roept de VVD opeens, we willen ze verlagen. Dus wat wil de VVD nou? Wat is nou het eerlijke verhaal? Het eerlijke verhaal is dat we de belastingen willen verlagen de komende 4 jaar met 20 miljoen euro op de opcenten. Helder. En daarmee komen we aan het einde van dit verkiezingsdebat. Ik dank u allen voor het deelnemen. Het was een leuk debat, denk ik. En voor u thuis, vergeet u morgen niet te stemmen. Er is in de geschiedenis hard gestreden, denk ik, voor het democratisch recht wat u heeft gekregen. Maak daar morgen vooral gebruik van. Op wie u ook stemt, links, rechts of recht door het midden. Een democratie is een participatieproces. En als wij niet meer participeren, houdt het op een democratie te zijn. Dank u wel.